Goedemorgen iedereen en welkom bij deze webinar in de reeks van, rond klimaatadaptatie in de landbouw. Vandaag rond plantaardige productie. Mijn naam is Laura de Metz en ik ben beleidsadviseur bij het departement Landbouw en Visserij. En ik ben dus ook super verheugd om jullie vandaag allemaal te mogen verwelkomen op deze webinar. Nu, jullie hebben zich misschien wel al afgevraagd waarom wij een webinar rond klimaatadaptatie en plantaardige productie organiseren. En misschien ook wel waarom nu. Wel, als we eigenlijk kijken naar de klimaatrisico's die ook internationaal bevestigd worden voor Europa en Vlaanderen, dan zien we eigenlijk dat dit helemaal geen ver van ons bedshow meer is. Want het wordt bijvoorbeeld warmer. Dat betekent in de zomer natuurlijk ook heel wat meer hittegolven, heel wat meer warme dagen. In september hadden we daar nog een voorbeeld van. Daarnaast wordt het ook droger, wat natuurlijk nefast kan zijn voor heel wat productieprocessen, zeker ook voor de landbouw. We krijgen ook te maken met extremere neerslag. Ik denk het beeld links onderaan herkennen jullie waarschijnlijk wel van de overstromingen in 2021. En we merken ook dat de zeespiegel stijgt, wat natuurlijk ook op lange termijn enorme gevolgen kan hebben. Nu, ik zeg enerzijds we krijgen te maken met extremere neerslag, met overstromingen, maar anderzijds is het toch droog. Dat lijkt zichzelf een beetje tegen te spreken, maar het is wel de realiteit. Als we kijken naar de grafiek linksbovenaan, dan zien we dat in de afgelopen decennia de jaarlijkse neerslag aan het stijgen is. Maar anderzijds zitten we toch met een zeer lage waterbeschikbaarheid per inwoner. En jullie zien op de grafiek rechts onderaan dat we daar als Vlaanderen zelf bij de slechtste van de klas zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij een zeer druk en dichtbevolkte regio zijn, met veel verharding, ook een grote watervraag. En we spreken dus eigenlijk van een regio met waterstress. Natuurlijk, klimaatadaptatie voor de landbouw is veel breder dan die waterproblematiek alleen. En is ook iets dat eigenlijk alle sectoren raakt. Als we dan bijvoorbeeld naar de webinar van vandaag denken aan plantaardige productie, dan is natuurlijk die droogte van belang, ook het waterkwaliteit. We krijgen te maken met andere ziekten en plagen, enzovoort enzovoort. Dus vandaag hopen we jullie daar eigenlijk een beetje een doorsnede van te geven. Nu, waarom dan die webinar nu? Wel, de webinar kadert eigenlijk in een stakeholder-traject dat we organiseren richting een adaptatie-actieprogramma voor de landbouw in 2030. De webinars zijn daar een startschot van, maar in het najaar zullen ook een aantal fysieke werksessies plaatsvinden rond de verschillende thema's, met nadien ook nog rondetafels en dan uiteindelijk ons actieprogramma. Donderdag is er ook nog de laatste webinar rond bodem. Moest u zich daar nog voor willen inschrijven of als u interesse heeft om eventueel deel te nemen aan een van de werksessies, dan kunnen jullie dat zeker meegeven via onze website of via klimaatadaptatie@lv.vlaanderen.be. Dan rest er mij eigenlijk enkel nog om jullie het programma voor te stellen. We hopen jullie daarmee een mooie doorsnede van de brede plantaardige sector mee te geven. Zometeen gaan we eerst luisteren naar Tom de Zwaaf van ILVO, gevolgd door Simon de Kraaien van INAGRO, die iets meer zal vertellen over waterbeheer in de glastuinbouw. Daarna luisteren we naar Elise van de Woestijnen van PCG, die ons iets zal vertellen over klimaatadaptatie in de groenteteelt. Daarna luisteren we naar Dominique van Haken van PCS, die ons iets zal vertellen over klimaattolerante boomsoorten. Hij is vandaag niet aanwezig op de webinar, maar heeft wel gezorgd voor een opname. En afsluiten doen we dan met mijn collega Bart de Bussen, die ons meer zal vertellen over de INERO case. Dus dan geef ik heel graag het woord aan Tom en ga ik hem ook vragen om zijn camera aan te zetten, micro aan te zetten en scherm te delen. Goedemorgen. Goedemorgen, dag Tom. Ik vermoed dat alles nu zichtbaar is. Alles staat perfect, dank u. Oké, perfect. Goedemorgen, ik ben dus Tom de Zwaaf en ik werk op het ILVO, voornamelijk rond droogte en modellering van plantengroei als gevolg van droogte. En vandaag ga ik het dus ook hebben over adaptatie aan droogte, omdat dat toch een van de belangrijkste effecten is van klimaatverandering.
Nu, als we kijken naar droogte, dan moeten we eigenlijk heel goed begrijpen wat de link is tussen water en productie in planten. Ik ga hier eventjes mijn pointer gebruiken. Hier hebben we een bodemwaterplantsysteem eigenlijk. Hè, en dan zien we dat het water dat in de bodem aanwezig is, dat wordt opgenomen door de wortels, via de haarworteltjes. Dat komt dan in de centrale cilinder in het plantsysteem, in het xyleem. En dat is een beetje de autostrade voor het watertransport binnen de plant. Dat wordt dan opgenomen door de plant, wordt verdeeld doorheen de volledige plant en gaat eigenlijk via de bladeren weer naar buiten. Want in de bladeren zijn de huidmondjes, ook wel stomata genoemd, en dat zijn gaatjes, dat zijn poriën waar langs het water kan verdwijnen. Nu, waarom zijn die poriën daar in de eerste plaats? Dat is vooral om CO2 op te nemen, hè. Omdat ze via die weg gaan ze aan fotosynthese doen. Ze hebben die CO2 nodig voor fotosynthese en dus voor productie. Dus, en dit is eigenlijk een directe link tussen water en productie. Want een plant kan onder droogtestress kan ze die huidmondjes sluiten. En als die huidmondjes gesloten zijn, dan gaat hij inderdaad zijn waterverlies beperken. Maar dan gaat hij ook de CO2-opname beperken en dus ook de productie. Dus dat is een eerste punt waar dat die link ligt tussen water en productie. Anderzijds. Via die stomata gaat eigenlijk 90-95% van het water dat door een plant opgenomen wordt, gaat daar eigenlijk verloren. Dus er blijft maar 5% aanwezig in de plantbiomassa. Nu kun je je afvragen waarom doet een plant dat? Waarom verliest een plant 95% van het water dat het heeft opgenomen? En daar zijn twee belangrijke redenen voor. Een eerste is de nutriëntenopname en verdeling. Dus via dat waterstroomsysteem kan de plant ervoor zorgen dat de nutriënten die ook in de bodem aanwezig zijn, die opgelost zitten in het water, dat die zo verdeeld worden over de plant. Dus dat is een eerste reden. En een tweede reden is ook afkoeling. Net als wij, als we te warm hebben, dan gaan we zweten. Dus dan gaan we eigenlijk water evaporeren vanaf onze huid. En een plant doet net hetzelfde, om oververhitting te beperken via die transpiratie. Dus dat is eigenlijk de link tussen het water en productie. Dus in de eerste fase is in de eerste plaats is die fotosynthese en in de tweede plaats is vooral de nutriëntentransport. Nu, om dat systeem goed te begrijpen, hebben we eigenlijk nood aan het concept van de bodem-waterbalans. En dan bekijken we dit systeem, dus het plant-bodemsysteem, en kijken we naar de ins en outs voor water. En dan zien we aan de inputzijde zien we uiteraard een neerslag, maar die kan aangevuld worden door irrigatie. En nog zien we aan de inputzijde zien we capillaire opstijging. Aan de outputzijde, dus het verlies van water, hebben we enerzijds runoff, dus dat is neerslag of irrigatiewater dat niet infiltreert, maar dat wegstroomt. We hebben de transpiratie, dus dat is het concept dat ik net heb uitgelegd via de huidmondjes. Maar dan hebben we ook evaporatie, en dat is eigenlijk de rechtstreekse verdamping uit de bodem. En anderzijds is er ook nog de drainage. Dus dit is eigenlijk het systeem van de bodem-waterbalans. Nu, droogte, het gaat over droogte, maar droogte is een heel variabel concept. En om dat eventjes te duiden, gaan we kijken naar het cumulatief waterdeficit. En het cumulatief waterdeficit, dat is eigenlijk het verschil tussen evapotranspiratie, dus de som van de transpiratie en de evaporatie, dus van deze twee componenten, en daarvan de neerslag afgetrokken. Dus we kijken en op die manier kunnen we eigenlijk verschillende jaren met elkaar vergelijken in termen van droogte. Dus hier hebben we de statistiek daarvoor eens uitgezet. We starten typisch altijd op 1 april met de berekening van dat cumulatief waterdeficit. En dan hebben we een aantal zones waarin dat de laatste 30 jaar hoe het cumulatief waterdeficit is opgetreden. Dus de blauwe zone is eigenlijk, kan je zeggen, dat is de normale zone. Dat is iets wat minimum elke twee jaar gebeurt. De oranje zone is een zone dat enkel meer dan 20 jaar gebeurt. En de rode zone zijn evenementen die slechts enkel om de 50 jaar gebeuren.
Nu, als we kijken naar de voorbije jaren, 2018 bijvoorbeeld, dan zien we hier dat dat in het begin wel nog redelijk in de blauwe zone zit, maar dat er dan een heel sterke droogte optreedt, dat zie je hier mooi, waardoor dat je uit het normale systeem gaat en eigenlijk in een soort stresssituatie gaat. Dus dit is 2018. Als we dan kijken naar 2019, dan zien we dat dat al heel anders is. Dus de start eigenlijk vergelijkbaar. Er is dan ook wel een redelijk droge periode, maar uiteindelijk blijven we wel in de normale situatie zitten. Als we dan kijken naar 2020 start eigenlijk meteen heel droog en gaat dan in een heel extreme fase en normaliseert dan een heel klein beetje, maar blijft eigenlijk het volledige jaar in een soort stresssituatie. 2021, ik denk dat iedereen dat jaar ook wel nog kan herinneren, dat was een heel nat jaar. Dus dan zien we hier waar het cumulatief neerslagdeficit eigenlijk zit. En als we dan kijken... naar 2022, ik was eventjes weg. Dan zien we ook dat die eigenlijk voor het hele jaar, dus de stippenlijn hier, die eigenlijk in een stresssituatie zit. Dus het besluit van deze slide is eigenlijk dat droogte is enorm variabel en kan ook nog altijd niet voorkomen. Dus de oplossingen die we moeten bedenken om ons aan te passen aan droogte, die moeten nog altijd werken, ook in jaren waarin het nat is. Zoals in 2021 of andere jaren die minder stressvol zijn. En als we naar die oplossingen gaan kijken... Dus als we naar die oplossingen willen kijken, dan moeten we opnieuw dat volledige systeem gaan bekijken. Dus die bodem-waterbalans. Ja, het is echt het probleem. Een eerste oplossing bestaat er uiteraard in irrigatie. Dus we gaan eigenlijk werken aan de toevoer hier van ons water. En dan kunnen we kijken naar verschillende irrigatiesystemen, efficiëntie daarvan, en dus via haspels of via precisie-irrigatie, druppelirrigatie. Of we kunnen kijken naar een geoptimaliseerde irrigatiesturing, waarbij dat we modellen laten lopen en om te bekijken op welk moment welke hoeveelheid water nodig is. En anderzijds is er ook werk gebeurd rond het visualiseren, inventariseren van waterbeschikbaarheid, dus van alternatieve waterbronnen. En dat kan je dan vinden op de waterradar.be. Dus dat is irrigatie. Maar een belangrijke oplossing ligt hem eigenlijk ook in de bodem. Dus we zien hier de drie factoren, runoff, capillaire stijging en drainage. En die zijn allemaal heel erg belangrijk. Die worden heel sterk beïnvloed door de bodemstructuur. Dus we willen echt een goede bodemstructuur. En dan zien we onder andere dat de bandendruk, aangepaste bandendruk, een rol kan spelen. Dus dat kan een mogelijke oplossing zijn. Maar ook het niet betreden van het veld op momenten dat het te nat is, is eigenlijk cruciaal. Aan de drainagekant, mijn slides zijn weer even. Aan de drainagekant kunnen we ook nog inspelen via pijlgestuurde drainage. Dus we kunnen aan de hand van sturing van het pijl ook de drainage regelen. Dus op momenten dat we op het veld moeten met onze machines, kunnen we het pijl lager zetten en dus eigenlijk een beetje droger. En dan, maar daarna, nadat de werkzaamheden gebeurd zijn, kan het pijl dan weer verhoogd worden, waardoor meer water gebufferd wordt in de bodem. Dit is echter een systeem dat niet op alle type bodems kan toegepast worden en ook niet in elk landschap wenselijk is. Als we kijken naar de evaporatie, dat is ook een verlies aan water dat niet productief is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld transpiratie. Dan kunnen we dat ook trachten te minimaliseren, deze factor. En dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar mulching. Dus we kunnen tussen onze planten mulch aanbrengen, waardoor dat die evaporatie beperkt wordt. Dus dat rechtstreeks verlies uit de bodem. Andere oplossingen bestaan erin om het wortelsysteem van uw plant te versterken. We zien hier dit wortelsysteem. Dit is bijvoorbeeld een mooi ontwikkeld wortelsysteem. En een goed ontwikkeld wortelsysteem dat gaat veel meer toegang hebben tot een veel grotere pool aan water dan een beperkt ontwikkeld wortelsysteem. En dat wortelsysteem dat kunnen we
verbeteren of versterken via veredeling. Dus we kunnen via proeven kijken naar planten die het beter doen onder droogte en die een robuuster wortelsysteem hebben. Dus dat is een eerste mogelijkheid. We kunnen ook kijken naar andere soorten, alternatieve soorten. En soorten, als we dan kijken naar specifiek naar voedergewassen, naar vlinderbloemigen, en dan zien we dat rode klaver en witte klaver dat heel goed doen. Die hebben een heel, heel sterk persistent wortelsysteem. Maar dan zien we ook dat luzerne het eigenlijk nog beter doet. Dus luzerne is eigenlijk wel een gewas dat met heel veel mogelijkheid is ook een teelt die hier jarenlang geteeld is. En we zien echt in droge omstandigheden zien we echt een heel goede performantie van luzerne. Je kan ook het wortelsysteem vergroten via agroforestry. Houtachtige planten, bomen, die gaan typisch een heel sterk, dieper wortelsysteem ontwikkelen en gaan eigenlijk ook andere waterbronnen aanboren ten opzichte van het gewas dat daartussen staat. Maar in eender welke omstandigheid vereist zo'n robuust wortelsysteem, dat vereist een goede bodemstructuur. Hier zien we bijvoorbeeld een tuinboomplant, twee tuinboomplanten met die dezelfde genetica hebben eigenlijk, maar die op een verschillende bodem gegroeid zijn. We zien hier links zien we een plant op een heel goed gestructureerde bodem. Die vormt een mooi wortelsysteem van een diep wortelsysteem. Dus die heeft toegang tot heel veel water. Terwijl het plantje hier aan de rechterzijde, die heeft op een bepaald moment een verharde laag tegengekomen. En je ziet dat wortelsysteem helemaal is afgebogen en dat dus niet door die de verharde laag geraakt is, waardoor dat die maar tot 15 centimeter diep wortelt en dus veel minder water kan opnemen dan de plant aan de linkerzijde. Dus die bodemstructuur is echt wel heel belangrijk. Zelfs al is je genetica in orde of de soort in orde. En dan op ILVO voeren we hier nu ook onderzoek uit, waarbij dat we eigenlijk ook ondergronds gaan kijken via een ERT-systeem, dus Electrical Resistivity Tomography, kunnen we eigenlijk afleiden hoe het wortelsysteem ondergronds zich gedraagt en waar het water gaat halen. Dus als je meer info over deze faciliteit wil bekomen, dan kan je gerust eens surfen naar hydras.be. Dus hydras staat voor Hydrology, Drones en Rainout Shelters. Dus we kunnen daar dus artificiële droogte aanleggen via de rainout shelters. We volgen de gewasgroei op via de drones bovengronds. En we kijken naar de wateropnameprofielen ondergronds via de hydrologische geofysische technieken. Nu, wat zou ik eigenlijk willen dat jullie meenemen van deze presentatie, is dat de gewasproductie in een landbouwcontext moet altijd hoog of tenminste aanvaardbaar zijn. Of het nu droog is of niet. Dus we kunnen jaren hebben zoals 2022 of 2018 waar het heel erg droog is. Maar we kunnen evengoed nog altijd jaren hebben zoals 2021. En we willen dan niet dat onze gewassen in die jaren helemaal niet meer performant zijn of niet meer productief zijn. Dus wel belangrijk. En dan wou ik ook zeker dat het concept van de bodem-waterbalans blijft hangen. Dus dat het een systeem is waarbij dat de plant volledig geconnecteerd is met de bodem. En dat die link tussen het water en de productiviteit belangrijk is. En helemaal in dat systeem is bodemstructuur echt van cruciaal belang. Dus zelfs als heb je de juiste soorten of de juiste genetica, als je met verharde lagen zit, dan verhindert dat de capillaire opstijging, maar dat verhindert zeker ook doorworteling en het exploreren van die bodem. Voilà, en bij deze ben ik aan het einde van mijn presentatie. En wil ik je graag danken voor de aandacht. Heel erg bedankt voor de toelichting, Tom. Het is toch ook nog, het kwam langs onze kant ook nog heel vlot door, ondanks dat de slides af en toe klein beetje bleven gaan. Oké, dat is goed. Het was helemaal niet zo erg. Een aantal vragen voor jou. Je hebt aangehaald dat veredeling een van de opties is om te gaan met droogte. Gemiddeld gezien, hoe lang duurt het, zeg maar, in een veredelingsproces om echt tot een resultaat te komen en daar echt impact van te kunnen opmeten? Ja, dat hangt sterk af van soort tot soort. Maar ja, wij zijn hier vooral bezig met voedergewassen zoals grassen. En typisch duurt een cyclus 10 tot 14 jaar. We trachten die nu wel te versnellen via bepaalde technieken.
door bepaalde stappen in het veredelingsproces eigenlijk op andere schalen uit te voeren. Maar dus de grote orde 10 jaar is wel echt iets dat in veredeling gangbaar is. Maar daarbij moet je wel, bijvoorbeeld op ILVO zijn we al 10 jaar terug zijn we begonnen met die regenkappen en met de selecties onder de regenkappen, dus met droogte. Dus droogte is wel al een thema, toch al 10 jaar. Dus eigenlijk op dit moment komen eigenlijk de eerste variëteiten uit die specifiek ook als kenmerk droogtetolerantie hebben. En ik verwacht of ik vermoed dat dat bij andere veredelingsbedrijven ook wel zo is. Ja, dus er zit nog wel heel wat in de pipeline. Het is wel een heel lang proces, maar doordat we die voorbije jaren veel droogtes gekend hebben, veredeling is eigenlijk altijd, werkt altijd samen met zijn omgeving. Hè. Dus je zet je gewassen ergens en je gaat dan selecteren in die bepaalde context, in die bepaalde omgeving. En die omgeving was nu eenmaal de laatste jaren heel droog. Dus zijn die variëteiten zijn automatisch eigenlijk geselecteerd voor droogtetolerantie. Dus ja. Dat is misschien ook wel nog belangrijk om mee te geven. Ja. Nog een vraagje. Je haalde ook agroforestry aan als een oplossingsrichting. Ik weet dat bij agroforestry heel rap de bezorgdheid is dat die bomen toch in concurrentie gaan treden met de teelten. Ja. Kan je dat beamen? Je gaf al aan dat er wel op andere waterbronnen aanspraak gedaan wordt, maar misschien daar toch niet heel kort iets... Nee, dat is inderdaad, dat is een van de... Ja, agroforestry is echt nog een heel, wordt ook echt nog heel erg onderzocht. Hè, zeker naar die waterbalans. Want wij zien echt dat die waterbalans cruciaal is voor de competitie tussen het houtachtige en het gewas. Wat dat we wel verwachten, is dat er een soort tipping point is. Dus dat er op een bepaald moment is het zo droog dat een agroforestry systeem wel performanter is dan het monocultuursysteem. Dus dat zien we ook, dat zien we wel vaker in heel droge periodes. Dan kan je wel zien bijvoorbeeld dat het gewas dat dichter bij de bomenrijen staat, dat dat dan wel nog groener is of wel beter presteert dan het gewas dat verder van de bomen is. Maar dat is een voorbeeld eigenlijk van dat het enkel in bepaalde situaties is dat het beter is. Anderzijds hangt ook heel veel af van de gewas-boomsoort-combinatie. Dus agroforestry kan je ook zien als een... Ja, je kan met heel grote bomen voorzien, hè, of hoge fruitbomen of notelaars. Maar je kan dat ook met heggen of met bessen of met lagere gewassen, zoals hazelnoten of zo. Dat kan ook. En dan is je competitie-effect al meteen veel kleiner. Dus slimme planning is daar misschien absoluut. Ja. Je hebt het ook gehad over natuurlijk belang van bodem-watersysteem, belang van goede bodemkwaliteit. Er is ook een vraag binnengekomen of er bij ILVO dan ervaring is met biochar om bodemstructuur te verbeteren. Er is zeker ervaring met biochar hier op ILVO. Er zijn ook langlopende experimenten waarbij compost toegepast wordt om bodemkwaliteit en bodemstructuur te verbeteren. Ja, dat is echt een thema waar ILVO heel zwaar op inzet. Niet meteen mijn expertise, maar mijn collega's. Ik weet niet of dat er donderdag iemand over bodem gaat spreken. Nee, maar inderdaad, daar wordt zeker naar gekeken. En biochar is zeker ook een thema daarin. En anders waarschijnlijk ook via de website van ILVO wel terug te vinden om bij de juiste collega's. De juiste persoon, Met willen vragen. Een laatste vraag. Ja, je geeft natuurlijk belang mee van het systeem. Wat zou jij nu adviseren of meegeven aan een landbouwer die echt kampt met de droogteproblematiek om als eerste prioriteit of als eerste actieprioriteit mee te starten? Ja, draag zorg voor je bodem. Daar moet je sowieso van in het begin mee starten. Maar dat gaat waarschijnlijk geen snelle oplossing bieden. Dat is ook een werk dat een beetje van lange adem. Zorg voor de bodem is cruciaal. En alles, al de rest komt daarna eigenlijk. Hè. Dan kan je nog irrigeren op voorwaarde dat de kwaliteit van je water goed is. Dat je niet opnieuw eigenlijk je bodemstructuur kapot maakt. En kijk,
zoek actief naar droogtetolerante rassen, droogtetolerante gewassen. Maar zorg voor de bodem is sowieso mijn nummer één. Dat is heel helder. Oké. Okay. Dan wil ik jou nog heel graag bedanken, Tom, voor jouw toelichting. En veel plezier. En dan gaan wij nu over naar de volgende toelichting van Simon Kraaien van Inagro, die ons iets meer zal vertellen over klimaatbestendig waterbeheer in de glastuinbouw. Dus dan wil ik ook heel graag Simon vragen om in beeld te komen, maar daar is hij al, en om het woord te nemen. Dank u wel, Laura. Ik ga even mijn presentatie tevoorschijn toveren. Dan denk ik dat jullie die nu in beeld moeten hebben. Ja, perfect. Oké. Okay. Laura, je hebt al een mooie introductie gegeven over wat is klimaatverandering en welke impact heeft het op onze werking in de land- en tuinbouw. Ik had daar ook een klein stukje van voorzien in het begin van mijn presentatie, maar daar kan ik dus iets sneller doorgaan. Je gaf al aan, dus ja, langere droogteperiodes. Steeds weer hoor je dat een bepaald seizoen tot de warmste ooit werd uitgeroepen. En dat dat een heel duidelijk signaal is dat de klimaatverandering echt is en dat het op vandaag doorgaat. Water zal daarom ook de komende decennia denk ik een heel belangrijke grondstof blijven voor de land- en tuinbouw. En zeker ook voor de glastuinbouw. We merken dat glastuinbouwers daar toch wel rekening mee moeten houden om hun berekeningen wat water betreft toch correct te gaan uitvoeren. Omdat ze dan anders misschien tekorten zouden kunnen hebben in de loop van de zomers. Het heeft zeker zijn impact op de watervoorziening van glastuinbouwbedrijven. Ook naar de beschikbaarheid van kwalitatief water, denk ik, moeten we aandachtig zijn. In glastuinbouw zie je heel vaak teelten die op hydrosystemen uitgebaat worden. Dus niet in de grond plaatsvinden. Het is zeker waar wat Tom zegt, dat de bodemstructuren belangrijk is. Maar als je natuurlijk je teelt uit de grond gaat gaan halen en op een substraat gaat gaan telen, dan gelden daar ook een aantal andere aandachtspunten, waar ik jullie straks wat meer over zal vertellen. Voor ik daar aan begin, wil ik wel even de nationale situatie wat betreft de glastuinbouw misschien nog wat kaderen aan de hand van drie aspecten: de waterbeschikbaarheid, de waterconsumptie en de waterduurzaamheid. Voilà. Dus die waterbeschikbaarheid, dat haalde je al aan, Laura. We zitten daar met verschillende klasses wat schaarsheid betreft. Dat heet de Falkenmark Indicator. En België zit daar met 1040 kubieke meter beschikbaar water per inwoner. Eigenlijk al in de zone van lichte tot matige schaarste. Wat zeker wil zeggen dat in bepaalde periodes de zelfredzaamheid van ons land, in principe wat water betreft, onder druk komt te staan. We zijn daar geflankeerd door twee landen die ook niet bekend staan als landen waar heel veel water aanwezig is, India en Ethiopië. De Zuiderse Europese landen die scoren precies zelf beter dan België. Dat heeft inderdaad te maken met de hoge bevolkingsgraad in België. Ook de Europese en de mondiale gemiddelden zitten een stukje hoger dan wat wij in België kennen. En dan is er één land die toch opvallend iets minder goed scoort dan België. Ook een West-Europees land waar de glastuinbouw heel belangrijk is. En dat is Nederland. Daar hebben ze eigenlijk slechts 60% van het beschikbaar water wat wij in België hebben. Dus voor hen geldt daar zeker ook grote aandachtspunten. Het tweede puntje was het waterverbruik. In België zie je hier op het kaartje, en België is natuurlijk vrij klein, dat we rood gekleurd zijn. Hetzelfde kleur als Zuid-Europese landen of Mexico of Australië. Wat dus ook aangeeft dat het waterverbruik hier in België niet zo positief is. Dat we vrij veel water verbruiken ten opzichte van het beschikbare zoetwater dat er is. Bij ons geldt eigenlijk dat we 51% van de zoetwaterreserve jaarlijks consumeren. Dat brengt ons in de klasse hoge stress. En we moeten daar wel eerlijk in zijn. Land- en tuinbouw behoort niet tot de grote slokoppen wat waterconsumptie betreft. Afhankelijk van de bronnen die geraadpleegd worden, staat de land- en tuinbouw maar voor 2-10% van het totale waterverbruik in Vlaanderen en België garant.
Hoe komt dat? Omdat wij eigenlijk al vrij efficiënt met ons water gaan omspringen. Zeker in de glastuinbouw. In België en Nederland hebben we in principe maar een viertal liter water nodig om een kilo tomaten te produceren. In andere regio's loopt dat soms op tot 60 liter water. Gewoon omdat wij ons watersysteem zodanig efficiënt hebben geïnstalleerd. Wie is daar wel de grote slok op? We hebben natuurlijk nog de huizen, zeg maar, en de woningen waar een stuk water wordt verbruikt. Maar de industrie zou toch ook wel voor ongeveer 70% van de waterverbruik in België instaan. Wat niet wil zeggen dat we vanuit de land- en tuinbouw geen inspanningen mogen doen natuurlijk. En ik denk dat waterduurzaamheid daar ook een belangrijke is. In de glastuinbouw scoren we daar al vrij goed. Het kent een positieve trend, de duurzaamheid, want we zitten op een 70% van ons water dat toch uit een duurzame waterbron komt. Het is voornamelijk hemelwater, regenwater die op de serres valt, die gecapteerd wordt en gebruikt. Ook het oppervlaktewater en een deeltje van het ondiep, inderdaad grondwater, hoort tot die duurzame waterbronnen. We moeten vooral voorkomen dat dit aandeel in de toekomst niet daalt. Omdat we bijvoorbeeld in bepaalde crisissituaties komen en we naar minder duurzame waterbronnen moeten grijpen. En dat we daar aandachtig moeten voor zijn. Hier enkele cijfers. Tomaat, komkommer, aardbei. 1000 tot 1300, 900 tot 1100 of 750 tot 1350. Dat slaat op het aantal liter per vierkante meter dat nodig is om op jaarbasis die teelten te gaan produceren. Dat zijn cijfers uit 2007. Dus we zijn 15, ruim 15 jaar verder. Ondertussen is daar ook belichting bijgekomen. We gaan tomaten, komkommer en aardbei ook vaker gaan belichten, zodat we een langere productieperiode kennen. Dus die cijfers die zijn wel ondertussen al wat gestegen. Wat tomaat en komkommer betreft zit dat al rond de 1500, 1600 liter per vierkante meter. Aardbei rond de 1300, wat dan toch eerder de norm begint te worden. En als je die cijfers dan gaat afzetten tegenover de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, wat in België een 910 liter is, gemiddeld over de laatste 30 jaar, ja, dan zie je al onmiddellijk het probleem. Je hebt een teelten die per vierkante meter ongeveer de 150, 160% van het beschikbare water vragen. Dus wij zijn ontoereikend wat betreft de glastuinbouw als we puur het hemelwater in rekening brengen. We moeten dus zeker slimmere, robuustere en duurzame watersystemen gaan hanteren in de glastuinbouw. Oei. Hier gaat ook iets mis met de slides. Dat lossen we op. Zo. Dus duurzaam waterbeheer in Ceres. Daar zijn een aantal puntjes. Er is er eentje waar ik wat uitgebreider wil aanpakken. Die komt op het einde. Maar ik geef een kort overzicht van de zaken die in Ceres zeker belangrijk zijn. Ik denk maximale recirculatie van het water. Het voordeel is dat heel wat Ceres geteeld wordt op hydro. Het water die uit een substraatmat loopt of uit een pot druppelt, wordt opgevangen en via hootjes teruggeleid naar een vuildreintank. De merendeel van de serres is daarop voorzien om dat vuildrein te gaan ontsmetten en terug gaan hergebruiken als voedingswater. Spuiwater, dat is dan het water dat eigenlijk niet meer als geschikt wordt beschouwd om te gaan gebruiken als voedingswater. Dat moeten we gaan beperken. En daar zijn ook al heel mooie voorbeelden van in België, hoe het moet. Op de meeste bedrijven loopt dat eigenlijk wel goed. In sommige gevallen heb je inderdaad water waar de nutriëntenbalans zodanig verstoord is, dat we daar niet opnieuw voedingswater mee kunnen maken. Of dat de aanreiking van bepaalde ballastzouten dermate hoog is, dat het water eigenlijk niet meer van geschikte kwaliteit is. En dan wordt het water inderdaad aan de kant gezet en verdwijnt het uit de watercyclus op het bedrijf. Ik denk dat we daar moeten trachten om de cyclus zo gesloten mogelijk te houden. Dat er geen water van het bedrijf vertrekt, omdat dat inderdaad wel, omdat we anders met tekorten dreigen te zitten. Goede dimensionering van het regenwaterbassin is zeker ook belangrijk. Normaal gezien wordt daarbij de aanvraag en de aanbouw van een ser wel goed op toegezien, dat in proportie is en in relatie tot de teelten die geteeld zullen worden. Daar zijn ook tools beschikbaar bij de verschillende proeftuinen. Het heet bijvoorbeeld de Wadito-tool, die helpt bij het dimensioneren van zo'n waterbassin.
Een afdekking van het regenwaterbassin is ook een belangrijke. Je kan dat doen op verschillende manieren. Er zijn zeilen voor die drijven op het water, of tegels of van die ICOS-constructies, die eigenlijk zorgen dat het wateroppervlak afgedekt wordt. Er bestaan ook fotovoltaïsche cellen die drijven of op een drijvend platform worden gemonteerd bovenop het water. Waarom is dat belangrijk? Het neemt het licht wat weg van het water, waardoor de algen minder snel zullen groeien in het water en dus de kwaliteit geborgd wordt. En ook na verdamping toe mag je niet onderschatten. Een openstaand waterlichaam kan op zonnige dagen gemakkelijk 3, 4, 5 liter water per vierkante meter gaan verliezen via verdamping. Dus het is jammer dat we daar ook water zouden verliezen, als ons regenwaterbassin dan inderdaad goed gedimensioneerd is. Voorzien van gepaste infiltratie, dat is iets wat de laatste jaren ook aan belang wint. Als dan inderdaad bijvoorbeeld, zoals Tom zegt, je hebt niet altijd droge zomers, je hebt ook soms eens een nat jaar. Als er dan heel veel hemelwater valt, en het kan niet allemaal in de spaarbekkens of de regenwaterbassins gestockeerd worden, dan moet het ook op een verantwoorde manier kunnen geloosd worden of aan het milieu teruggegeven worden. Daarvoor heb je wadi's waar het water zeg maar in kan geplaatst worden en geleidelijk kan infiltreren. Je hebt infiltratiebekkens, infiltratiekratten die ondergronds worden geïnstalleerd. Daar zijn ze binnen het project Glavino sterk mee bezig geweest. Glavino staat voor glastunbouw, waterinfiltratie en opslag. En daar hebben ze ook voor die verschillende infiltratiesystemen fiches gemaakt die beschikbaar zijn op de website. Wat is ook belangrijk binnen een serre, is dat je regelmatig analyses gaat nemen van je dagvoorraden, van je drainwater, zodat je de kwaliteit van het water goed blijft monitoren. Dan weet je ook wanneer je moet ingrijpen, wanneer iets niet meer loopt zoals het hoort te lopen. En dan kan je daar eigenlijk een slimmer systeem voor gaan uitbouwen. En dat geldt ook voor het monitoren in de plant of in een substraatmat. Er zijn sensoren beschikbaar die in een mat worden geplugd en die aangeven hoeveel water er wordt geconsumeerd door de plant. Er zijn plantsensoren die op de plant worden gemonteerd, die bijvoorbeeld de sapflow doorheen de plant kunnen aantonen. En dat kan aantonen wanneer bijvoorbeeld een plant stress heeft, omdat er te weinig water of te veel water wordt gegeven, of als het klimaat niet goed afgestemd is op de fase waarin de plant zich bevindt, zeg maar. En dan een laatste puntje, het is zeker niet limiterend natuurlijk, maar wat wij ook nogal een belangrijke vinden, is het gebruik van alternatieve waterbronnen. En ja, daar kan je eigenlijk je restwater gaan valoriseren om ervoor te zorgen dat je toch zeker voldoende water hebt op jaarbasis. We hebben op Inagro, in Agrotopia, in onze dakserre, wat onderzoek gedaan 2022-2023 naar verschillende alternatieve waterbronnen. Die kunnen we onderverdelen als interne waterbron of externe waterbron. En een belangrijke interne waterbron is bijvoorbeeld het condensvocht van een warmtekrachtkoppeling. Heel veel grote glastuinbouwbedrijven hebben die energievoorziening. En per kub gas die daar verbrand wordt, wordt ook 1 liter water geproduceerd. Dus dat water, ja, op vandaag wordt het heel vaak nog niet gebruikt, maar dat zou een manier kunnen zijn om aan die tekorten zeg maar, te voldoen. Ook verharding van het eigen bedrijf of verharding van een extern bedrijf kunnen gebruikt worden. Ik denk aan parkings of bepaalde asfalteringen, waar het water nu richting de riolering wordt geleid. Die zou ook richting het waterbassin kunnen geleid worden. Dan heb je ook oppervlaktewater, water uit de waterlopen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we in droogteperiodes uit die waterlopen gaan water gaan capteren. Zeker als dan een captatieverbod wordt ingesteld, dan is dat geen optie meer. Maar het voordeel van het hebben van een waterbassin is dat je ook in de winter bijvoorbeeld, of op momenten dat er nog voldoende water door de beken stroomt, dat je daar water kan gaan gebruiken om je regenwaterbassin geleidelijk aan vol te druppelen. En ook een waterstroom met veel potentieel is water uit de industrie. Dat kan voedingsindustrie zijn, maar dat kan ook de mestverwerkende industrie zijn. Als je daar de juiste filters tussen plaatst, dan kan dat water zeker geschikt worden gemaakt voor het irrigeren van gewassen. We hebben daar Agrotopia voor gebruikt als testplatform. Dus een serre van 9000 vierkante meter, waarin ook een aantal compartimenten waar we met verschillende waters aan de slag kunnen. Aparte kraanvakken die we dus binnen één serre afdeling dus de vergelijking kunnen maken tussen die verschillende waters. En het is ook leuk omdat Agrotopia bevindt zich in een stedelijke omgeving. Het voordeel van
Die locatie daar is dat we heel snel kunnen interageren met partners die in de buurt zitten, die bijvoorbeeld ook over water beschikken. Ik denk aan de Reo-veiling, waar heel veel platte daken aanwezig zijn. Dus dat water zou dan bij ons ter beschikking kunnen gesteld worden. En dat kan ook een voorbeeldsituatie zijn voor telers die zich meer in een industrieel of een stedelijk gebied bevinden. Dat is hoe onze infrastructuur er onder andere uitziet. We hebben 2 jaar tomaat geteeld en opgevolgd van mei tot augustus 2022, zoals ik al zei, de vergelijking maakt tussen regenwater en dan regenwater waar RO-water uit de mestverwerking werd dan toegevoegd in een vrij hoge verhouding en ook nog eentje waar WKK-condensvocht werd aan toegevoegd. In 2022 was dat. Die 25% WKK-condensvocht, dat bleek wat te hoog. We hebben dat moeten bijsturen en daar 10% van maken. Ik leg straks uit waarom dat was. 2023 hebben we dan de vergelijking gemaakt tussen water van de parking, van de verharding bij ons in Agrotopia, en water die we uit het kanaal Roeselare-Leie hebben aangezogen. En ook daar weer de vergelijking met de regenwater gemaakt. En dan volgden we de waterkwaliteit, de opbrengst en de vruchtkwaliteit. Die waterkwaliteit, dat is een van de redenen waarom we bijvoorbeeld voor het WKK-water hebben moeten de concentratie verlagen. Dat had nogal eigenaardige eigenschappen, zijnde een zeer lage pH en een zeer hoge EC. Als je daar te hoge of mengverhoudingen gaat toepassen, dan is het eigenlijk onmogelijk om daar ook nog de nodige nutriënten aan toe te voegen aan dat water. Dus daar hebben we wat moeten schakelen. Dat water is zeker niet het meest geschikte water. Je ziet het hier onderaan ook. Het oogde vrij zwart toen het uit het systeem kwam. Maar ik denk dat we daar met een aantal filters tussen te plaatsen zeker nog verbeterstappen kunnen maken. Wat wel een mooie was bijvoorbeeld dat RO-water, afkomstig uit de mestverwerking, als we daar die eigenschappen gaan vergelijken qua pH, qua EC, dan zit dat zeer dicht bij het regenwater. Er zit wel wat meer chloor in en iets meer natrium en kalium. Dus daar moeten we inderdaad wel waakzaam voor zijn. Maar met die 50% verhouding hebben we eigenlijk gemerkt dat we vrij mooi voedingswater konden maken. En ook het water die van de verharding afkwam of van het kanaal, dat zat allemaal wel binnen de ranges qua, die we eigenlijk beoogd hebben. Dus iets meer chloor en iets meer sulfaten ook in sommige waterstromen. Maar dat was zeker niet dat onoverkomelijk was. Ik moet er ook bij vermelden dat het condens van de WKK, dat daar ook soms minerale oliën of zware metalen kunnen inzitten. Maar dat was in ons geval beneden de lozingsnorm. En dat viel eigenlijk ook wel nog mee. Ook daar bestaan de nodige filters voor om dat eruit te halen. En van het kanaalwater hebben we ook wel opgemerkt dat er een hoger kiemgetal was. Dus dat daar wel wat microbiële activiteit in aanwezig is. Dus ook daar moet je aandachtig voor zijn. Maar ook daar bestaan oplossingen voor. Als we de opbrengst bekijken, 2022 misschien eerst, daar merken we dat dat WKK-water net iets minder goed was. Daar hebben we wat minder kilo's van geplukt, maar in vruchtgewicht of vruchtdiameter zagen we daar niet echt veel effecten. 2023 was het zelfs zo dat alle waterstromen of alle objecten die we getest hebben een gelijkaardige productie hebben opgeleverd. Dus daar durven we eigenlijk zeggen dat het water zeer veilig gebruikt kan worden. En ook tot een goede productie leidt. Het WKK-water, daar hebben we die opmerking inderdaad gemaakt dat daar filterstappen voor vereist zijn. Als we naar de vruchtkwaliteit nog eens kijken. Ja, oké, je gaat daar met ander water gaan druppelen, met toch wel wat andere eigenschappen. Wat heeft dat voor impact op de vruchten zelf? We hebben daar het stikstofgehalte en een aantal elementen opgevolgd, ook het droge stofgehalte. En dan zie je dat als je dat RO-water gebruikt, met die vergelijkbare eigenschappen als regenwater, dan merk je dat die componenten ook vrij gelijkaardig blijven. Het WKK-water, daar zaten we met een iets hogere droge stofgehalte. En dat kan zijn dat dat is omwille van die hogere EC die gedruppeld is. En doordat die droge stofgehaltes iets hoger waren, merken we dat alle elementen ook wel in een iets hogere verhouding aanwezig zijn. Dus dat was ook daar de conclusie. Als ik een boodschap wil nog meegeven naar huis toe, dan denk ik dat alternatieve waterbronnen zeker kunnen helpen om die waterbehoeften daarin te voldoen. Dat externe waterbronnen, dat de haalbaarheid daarvan nogal locatiegebonden is. Ik begrijp dat je inderdaad geen water kilometers ver
moet gaan vervoeren als daar geen netwerk voor uitgebouwd is. In sommige gevallen kan het interessant zijn om bijvoorbeeld met de industrie of met de mestverwerkende sector te kijken naar een structurele aanpassing en daar gewoon de kraan te kunnen opendraaien. Zeker belangrijk is dat je kwaliteit gaat gaan checken voor je het water gaat inmengen in je watersysteem. En een aantal zaken voor de toekomst. We hebben gemerkt dat als je water uit mestverwerking wil aanvatten of wil gebruiken in je watersysteem, dat daar administratief een hele rompslomp bij komt kijken. Het water wordt ook nog voor een hele periode als mest beschouwd. Dus het is niet evident om dat dan in je watersysteem te gaan introduceren. Er moeten duidelijk afspraken gemaakt worden tussen teler en waterleverancier, ook financieel natuurlijk. Want in sommige jaren heb je het water nodig, in andere jaren niet. Inline monitoring van elementen en ion-specifiek bemesten zijn zeker ook zaken waar we in de toekomst naartoe gaan kijken. Als dan iets uit balans is en je kan het heel specifiek gaan aanpassen door met bepaalde enkelvoudige meststoffen dat te gaan corrigeren, dan kan je ook voorkomen dat er een spui gegenereerd wordt. En filtermogelijkheden, die moeten we ook ten gronde gaan onderzoeken. Willen we bepaalde waterstroom geschikt maken voor de glastuinbouw? En er zijn een aantal projecten waar we momenteel dus actief zijn, of actief op zoek zijn naar bepaalde systemen om die waterstromen en watercyclussen slimmer te maken. Het project Vlaamse Veerkracht is er eentje waar we met heel wat praktijkcentra in Vlaanderen in betrokken zijn. Die loopt nog tot december 2023. En daar focussen wij ons binnen INAGRO eigenlijk op intensieve teelten, waar we willen kijken om dat water nog circulairder te gaan gebruiken. We willen zelf ook kijken naar meer laagse systemen, omdat je daar ook het verdamping, zoals Tom al aangaf, de verdamping die de plant genereert, het water die daar verloren gaat, ook via een actief systeem terug kunt in de watercyclus duwen en dat je die niet verliest. Een Horizon project, Cities 2030, waar we kijken hoe we in een stedelijke omgeving de voedselsystemen kunnen transformeren, zodat die toekomstbestendig zijn. Een project die nog een jaar loopt. En daar hebben we dus de proef in 2023 uitgevoerd, omdat we daar ook een voorbeeld willen zijn naar andere situaties, waar andere glastuinbouwers dan van kunnen leren. En een project die dit najaar zal opstarten, Optiwai, daar gaat het heel specifiek eigenlijk over inventarisatie van waterstromen op en rond het bedrijf, filters die beschikbaar zijn en hoe ze te integreren in het watersysteem met als einddoel eigenlijk die watercyclus zoveel mogelijk te sluiten en die waterbevoorrading op glastuinbouwbedrijven zo goed mogelijk te borgen in de toekomst. Dan ben ik ook op het einde van mijn presentatie gekomen. Moest je nog meer informatie willen rond Glawino en bijvoorbeeld die infiltratiefiches, dan kan je die vinden op de link. Er wordt ook regelmatig via de INAGRO nieuwsbrief of via onze social media gecommuniceerd over onze inspanningen rond efficiënt watergebruik in glastuinbouw, maar ook in andere teelten. Dus wees zeker vrij om ons daar te volgen. Super, heel erg bedankt voor jouw heldere toelichting, Simon. Voor jou ook nog een aantal vragen. Misschien als eerste, in het begin van de presentatie gaf je aan dat het in Nederland zowaar nog moeilijker is, de situatie. Houden jullie dan ergens contact met de Nederlandse collega's of zoeken jullie daar soms ook inspiratie of samenwerking, gezien zij ook met dezelfde problematieken moeten omgaan? Ja, wat de glastuinbouw betreft, wordt er wel heel vaak gekeken naar de noorderburen. Die staan ook naar infrastructuur, naar technieken, vaak een stukje verder dan ons. Dus er valt zeker te leren van de Nederlanders. Binnen projecten, bij de aanvraag van projecten, proberen we ook altijd eens na te gaan wat is er in Nederland al gekend. Alvorens dat wij daar zelf ook mee aan de slag gaan. We proberen die kennis dan ook wel te integreren in projecten. Momenteel hebben we geen samenwerkingsprojecten met Nederlandse partijen rond water. Omdat enerzijds, het is ook wel vaak wat locatiegebonden. Zij zitten met hun ruimtelijk ordeningsplan toch net ook iets anders dan in België. Vaak zitten ze met geclusterde glastuinbouwzones.
waar dan ook soms gemeenschappelijke initiatieven komen naar watercollectie en de opslag van water. Dat is iets waar we in Vlaanderen zeker kunnen van leren, maar dat vraagt natuurlijk een aanpassing van de ruimtelijke ordening ook een beetje. Maar zij zitten zeker ook naar de grote bedreiging, naar de klimaatopwarming. Het stijgend zeewaterpeil is voor hen denk ik nog een grotere issue dan voor ons. Ja, ja absoluut. Een volgende vraag dan. Ja, het was wel opvallend inderdaad dat condenswater van WKK, dat die pH daar zo laag zat. Ik denk 1,6 als ik het goed heb opgeschreven, wat dat ongeveer het niveau van maagzuur is. Hebben jullie een idee wat dat daar de oorzaak van zou zijn? We hebben het natuurlijk gebaseerd op één enkel staal. Ik denk dat we in de toekomst dat nog beter zullen gaan moeten monitoren. Is het op verschillende bedrijven? Zitten daar grote verschillen tussen, bijvoorbeeld? En inderdaad een duidelijkere karakterisatie van dat water moeten vooropstellen. Als we dat in de toekomst als een volwaardig alternatief of een volwaardige aanvulling van voedingswater willen zien. Ik moet toegeven, 1,6 pH, dat was... Ja, mijn hart sloeg wel een tikje over toen ik wist dat ik dat water moest gaan integreren in ons systeem. Natuurlijk mag ik niet vergeten dat glasgroenten vaak een EC van 5,5, 5,7 krijgen. En dat door een bepaalde combinatie van meststoffen, dat we vaak iets te basis uitkomen. Dus dat er eigenlijk nog extra aangezuurd wordt om... Ja. Die beoogde pH te halen. Dus in dat opzicht zou het eventueel kunnen bijdragen en zou het kunnen een vervanging zijn voor andere zuren die op vandaag gebruikt worden om tot de juiste pH te komen. Maar 1,6 was inderdaad wel zeer, zeer laag. Opvallend. Ja. Misschien nog een laatste vraagje dan. Ja, als we inzetten op die alternatieve waterbronnen, wat natuurlijk een belangrijk deel van de puzzel kan zijn. Je geeft zelf aan, moet er goed gewaakt worden over de waterkwaliteit. Eventueel zijn daar dan ergens nog voor- of nabehandelingsstappen noodzakelijk. Dat brengt natuurlijk wel wat extra kosten bij zich mee. Mogelijk ook extra energievraag. Is dat ook iets wat jullie meenemen in de projecten of nog aan denken om verder te screenen? Ja, die investeringen en het financiële plaatje, dat moet kloppen. Dat is inderdaad zeker belangrijk. Een teler zal maar investeren in iets als hij weet dat het op lange termijn hem iets opbrengt of hem een significante hoeveelheid gemoedsrust zal geven. Ik denk dat het in heel veel gevallen een verzekering een beetje is voor telers, dat ze zeker zijn dat ze over voldoende water zullen beschikken in de loop van het jaar. En dan is inderdaad de vraag, wat heeft de teler daarvoor over om dat veilig te stellen? Ik denk als het gaat over introductie van een filter, dat dan misschien niet de hele grote kosten hoeven te zijn. Een glastuinbouwer heeft al heel wat infrastructuur staan. Ik denk dat een filter daar een mooie aanvulling op kan zijn. Als het gaat over echt een netwerk gaan uitbouwen met een waterleverancier, dan moet je daar inderdaad het financiële plaatje gaan bijplaatsen. Wie betaalt wat? Iemand kan een netwerk voorzien, maar als dan 4 jaar lang geen water afgenomen wordt, dan is dat inderdaad voor niemand natuurlijk de goede oplossing. Dus ik denk dat daar ook een bepaald financiële structuur rond moet zitten, zodat beide partijen zich daarin kunnen vinden. En ik denk een breder netwerk, maar ik denk dat Bart daar later bij het INERO-verhaal op terugkomt, een breder netwerk die door veel telers en veel partijen wordt gedragen en waar duidelijke afspraken gemaakt worden, dat zeker, zeker kan slagen. Ja, oké, heel duidelijk. Nog eens bedankt Simon voor jouw toelichting. En dan gaan we nu over naar de volgende presentatie van Elise van Woestijn. Ik zie dat ze hier al in beeld verschijnt. En Elise gaat ons iets meer vertellen over klimaatadaptatie in de groenteteelt. En jou graag het woord, Elise. Ja, ik zal mijn scherm delen. Dus ja, goedemiddag iedereen. Wacht. Ja. Dus ik ben onderzoeker, ben Elise van de Woestijnen en onderzoeker water op het PCG. Ik wil ook heel kort het waterportaal eens voorstellen. Wat is eigenlijk het waterportaal? We zijn daar eigenlijk coördinator van, maar dat is een
initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en dat is een samenwerkingsverband tussen dienst landbouw en platteland van de provincie en de drie Oost-Vlaamse proefcentra, zijn de PCG, PCS, dus proefcentrum sierteelt en proefcentrum aardappelteelt. En onze belangrijkste missie is eigenlijk een loketfunctie te zijn. Dus dat wil zeggen dat land- en tuinbouwers die vragen hebben over waterbeheer op het bedrijf, dat die bij ons terecht kunnen daarvoor. En dat kan heel breed gaan. Dat gaat eigenlijk over alternatieve waterbronnen, wateropslag, waterkwaliteit, waterzuivering, irrigatie en emissiereductie. Dus die vragen komen bij ons terecht via de website of telefonisch. En ja, de belangrijkste onderwerpen waar vragen rond binnenkomen gaat toch over alternatieve waterbronnen. Van ja, welke kunnen er nog aangesproken worden op mijn bedrijf? Hoe groot moet ik mijn wateropslag voorzien, wetende dat ik die en die teelten heb? Wat is ja, de vereiste waterkwaliteit? En ook veel vragen gaan eigenlijk over het behandelen van ijzer bijvoorbeeld. Dat gaat dan eigenlijk als ondiep grondwater gebruiken voor hun productie. Zowel in dierlijke als in plantaardige sector is belangrijk dat er niet te veel ijzer in zit. En daar komt toch eigenlijk wel heel veel vragen over binnen van ja, welke installaties werken eigenlijk het best, zijn het meest robuust en ook interessant. Dus dat het eigenlijk niet te duur is. Maar toch een goed en robuust systeem. En ook over emissiereductie, dus eigenlijk van hoe kunnen we op het bedrijf nog voorkomen dat bijvoorbeeld erfsappen, maar dat is dan meer dierlijke sector, meer op het bedrijf blijven en eerst verwerkt worden vooraleer ze in het milieu terechtkomen. We proberen eigenlijk daar zo goed mogelijk op te antwoorden door eigenlijk hen de juiste informatie aan te geven of te verwijzen naar partijen die hen daarin kunnen verder helpen en daarin beperkt te begeleiden. Maar verder willen we eigenlijk ook zoveel mogelijk kennis overdragen naar de algemene sector of naar de brede sector via onze website, via artikels en ook het organiseren van studienamiddagen. En daarnaast proberen we via het waterportaal ook een voorbeeldfunctie te bekleden. Dus dat wil zeggen dat we via onze proefcentra proberen te investeren in duurzame en toekomstgerichte technologieën, waar we dan eigenlijk ook ervaring mee kunnen opdoen, zodat we een nog beter advies kunnen delen eigenlijk, met de sector. Dat was eigenlijk een kort het waterportaal, dus er is eigenlijk gevraagd van ja, kun je een presentatie geven over klimaatadaptatie in de groenteteelt? En daarom dacht ik onmiddellijk aan het demonstratieproject Landbouw investeert in landschap en klimaat. Dat is een demonstratieproject geweest waarbij het vooral de bedoeling was om Vlaams land- en tuinbouwers te informeren en te sensibiliseren omtrent niet-productieve investeringen die inspelen op natuur en klimaat. En ik ga hier gewoon heel kort de belangrijkste maatregelen bespreken die hierin aan bod kwamen. Dus er werd in dit project ingezet op erosievermindering. Er werden demonstraties georganiseerd rond het aanleggen van tussendrempels en ook technieken om bloemvocht beter vast te houden. Dat kwam daarnet ook al aan bod. Dat is eigenlijk een bodem toch wel een heel belangrijk instrument is. Om dat eigenlijk weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering en ook uw teelt dus klimaatrobuuster te maken. Dus die bodem is echt wel een heel belangrijk werkpunt waar er nog veel marge is om aan te werken en te verbeteren. Ook het aanleggen van dammen en grasbloemenstroken is er aan bod gekomen door demonstraties waarbij aanleg en onderhoud besproken werd. Ook biodiversiteit en subsidies kwamen er aan bod. Dat wat betreft erosievermindering. Er werd ook ingezet op het verbeteren van het waterbeheer. Dus Simon heeft daar net al uitgelegd. Er is eigenlijk een project geweest, Glawino, een demonstratieproject, dat inzette op bovengrondse en ondergrondse infiltratiesystemen. Daar zijn eigenlijk verschillende infofiches voor opgemaakt. Er zijn er zeker meer dan een tiental. Met daarin info over welke systemen bestaan er. Wat zijn de voordelen, de nadelen, de kostprijs, mogelijke leveranciers. Dus we hebben ook die infofiches proberen te promoten binnen dit project.
Wat wel een knelpunt is, is eerder de timing van het project. Dus het is namelijk zo, die infiltratiesystemen, die zijn sinds kort verplicht als je bijvoorbeeld je oppervlakte aan serres uitbreidt of als je nieuwe serres van plan bent te bouwen. Dus in plaats van enkel verplicht investeren in wateropslag, moet je ook investeren in infiltratie. Dus als je wateropslag in tijden van wateroverlast volstaat, dan mag die overloop niet meer terechtkomen in de waterloop, maar moet die overloop kunnen infiltreren ter plaatse. Dus moeten er ook infiltratiesystemen voorhanden zijn en moeten we de telers daarin kunnen begeleiden. Maar in de periode van het project waren er heel weinig uitbreidingsaanvragen in de glastuinbouw door de energiecrisis. En op die manier hebben we ook weinig vraag gehad naar die infiltratiesystemen. Voor de rest, naar waterbeheer toe, zijn er demonstraties gebeurd omtrent de plaatsing en het beheer van stuwen. Dus er zijn veldbezoeken georganiseerd en dat heeft wel geresulteerd in 6 à 7 stuwen die besteld geweest zijn. Wat wel zo is, dus er loopt momenteel nog een ander demonstratieproject op het PCG omtrent stuwen. Het noemt klimaatrobuuste landbouw door stuwen. En de bedoeling van dat project is om vooral in de regio Sint-Gilles-Waas, Stekene en Temse een 10-tal landbouwers te begeleiden bij hun aanvraag en plaatsing van de stuwen. We merken in Sint-Gilles-Waas is er eigenlijk een heel positief verhaal. Dus daar is er echt wel een gebied, een gans gebied, geïnteresseerd om stuwen te plaatsen en dat heeft echt wel een positief effect, want ja, 1 of 2 stuwen, dat kan interessant zijn voor een perceel, maar als een gans gebied geïnteresseerd is om stuwen te plaatsen, dan kan dat eigenlijk echt wel een heel goed effect hebben op het ganse landschap. Maar we merken ja, dat er toch vraag is eigenlijk naar groepsaankoop, of dat mogelijk is om dan in aanmerking te komen voor die NPE vliefsteun. Mocht er groepsaankoop mogelijk zijn, dan heeft dat voordelen naar de begeleiding toe, dat dat in groep kan gebeuren. Misschien is het ook mogelijk om de prijs van die stuwen te drukken, omdat er grotere hoeveelheden aangekocht worden. En ook voor de behandelaar is het efficiënter als die één groot dossier kan behandelen in plaats van veel verschillende dossiers. Dus dat zijn we nog aan het bekijken en welke mate groepsaankopen mogelijk zouden kunnen zijn of mogelijk kunnen gemaakt worden. En daarnaast is pijlgestuurde drainage ook een belangrijk werkpunt of een belangrijke maatregel die kan genomen worden. Zoals het daarnet al aan bod kwam, er zijn natuurlijk ook voorwaarden aan gekoppeld. Dus die pijlgestuurde drainage kan niet zomaar al overal geplaatst worden. Het hangt af dat er mag niet te veel helling zijn, de bodem moet geschikt zijn, de grondwaterstand mag niet te diep zijn. Dus er zijn toch wel voorwaarden die moeten voldaan worden vooraleer pijlgestuurde drainage succesvol is. Dus binnen dit project is die pijlgestuurde drainage uitgebreid aan bod gekomen via veldbezoeken. Wat we wel merken, dat is, die pijlgestuurde drainage is interessant als uw drainagesysteem nog goed werkt. Dus als je een bestaande drainage hebt, zijn er zelfs draineurs die zeggen van we gaan die pijlsturing pas aanleggen als die drainage maximum 10, 15 jaar oud is. Want anders kunnen we niet garanderen dat die pijlsturing goed kan werken. Dus het kan zijn dat het drainagesysteem al gedeeltelijk dichtgeslipt is, waardoor die pijlsturing minder goed werkt. En daardoor zijn telers vaak genoodzaakt om ja, dat drainagesysteem opnieuw aan te leggen als ze dat willen voorzien van pijlsturing. En dan merken we dat het investeringsbedrag vaak het dubbele is van het normbedrag dat in aanmerking komt voor als niet-productieve investering. En daarom zijn we ook van het idee, of is er het idee, dat het interessant mocht zijn, mocht er een opsplitsing gebeuren in omvorming met heraanleg van drainagebuizen of zonder heraanleg drainagebuizen, omdat het toch wel een groot verschil maakt in investeringsbedrag. En wat ook opvalt is dat de normbedragen vastgelegd zijn in 2021, maar dat er sindsdien wel enorme prijsstijgingen gebeurd zijn, zeker wat betreft het aanleggen van drainage. En dat het toch wel belangrijk is dat het ook mee evolueert met de indexering, die normbedragen.
Wat zijn eigenlijk de kansen en knelpunten die hier aan bod kwamen of die naar boven gekomen zijn naar aanleiding van dit project? Dat is dat we merken dat begeleiding echt wel zorgt voor een aanzuigeffect richting die aanvragen voor niet-productieve investeringen. Maar ja, bijvoorbeeld die begeleidingen, dat valt dan binnen die projecten. Maar één keer dat project gefinaliseerd is, valt die begeleiding weg. En we merken dat het echt wel nodig is dat er financiering voorzien is voor die begeleiding, aangezien daar toch wel veel tijd kruipt in de aanvraag. En de opmaak van een technisch verantwoordingsadvies en ook de opmaak van omgevingsvergunningen. Dus er kruipt eigenlijk veel tijd in en die begeleiding is momenteel niet voorzien in het kader van niet-productieve investering, of toch niet volledig. Ik heb daarnet al aangebracht ja, dat die normbedragen best mee evolueren met de marktprijzen. En daarnaast merken we ook dat er nog steeds een drempel is tot het aanvragen op het e-loket en dat dat mogelijk kan verlaagd worden, die drempel, door bijvoorbeeld een instructievideo te voorzien met een stappenplan, waarin duidelijk geschetst wordt dat er x aantal stappen moeten doorlopen worden vooraleer de NPI-steun toegekend wordt. En dat het ook duidelijk is binnen welk tijdspanne verlopen die verschillende stappen. En is de procedure voltooid. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste kansen en knelpunten van het project Landbouw investeert in landschap en klimaat. Ik wou nog heel kort het project Slimme combinatie van teelkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw belichten. Dus dat is een project dat er gekomen is dankzij het relanceproject Vlaamse Veerkracht en ook de Blue Deal. En dat project is ingediend bij het departement Landbouw en Visserij. En dat gaat eigenlijk heel breed over alle mogelijke maatregelen die kunnen genomen worden om te komen tot een klimaatrobuuste land- en tuinbouw. Dus zoals ik al zei, het is eigenlijk heel breed, dus ik kan zeker niet heel in detail hierop ingaan. Maar ik wou toch heel kort de voornaamste werkpakketten bespreken, zodat duidelijk is van hoe breed we kunnen inspelen om de land- en tuinbouw klimaatrobuuster te maken. Dus het eerste werkpakket is eigenlijk gefocust op bestaande teelt future-proof maken. Dus daarin zijn er verschillende rassenproeven gebeurd om te testen of huidige rassen, maar ook nieuwe rassen, klimaattolerant zijn. Dus die eerste foto is vooral een foto waarbij verschillende rassen en droogte stress gekomen zijn en dat je ziet ja, dat het ene ras toch wel een stuk beter doet dan het andere ras en dus minder droogte tolerant is dan het ander. Ook ziekte- en plaaggevoeligheid van rassen moeten getest worden. De plagen van de afgelopen jaren zijn niet meer dezelfde plagen als 10 jaar geleden. Dus we moeten ook testen of die nieuwe en bestaande rassen nog steeds plaag- en ziekte tolerant zijn of dat we zien van welke zijn er minder en zeer gevoelig aan bepaalde ziekten en plagen. Een tweede werkpakket zoomt dan meer in op nieuwe teelten, van hoe kunnen we die wapenen voor de toekomst. Dus met nieuwe teelten bedoelen we dan vooral bijvoorbeeld Jacon, Bataat, Deder. Dat zijn daarom geen nieuwe teelten, maar teelten die vroeger geteeld werden en nu terug in de belangstelling komen. Dus van die teelten is ook getest van ja, in welke mate kun je tegen droogtestress, maar ook tegen te veel water. Er is een studie gebeurd van de rendabiliteit en de haalbaarheid van die nieuwe teelten. En van elk van die nieuwe teelten is er eigenlijk een teeltfiche opgemaakt met er een informatie van hoe worden die best geteeld, wat zijn de voorwaarden naar gewasbescherming toe, wat zijn daar nog mogelijke kansen, maar ook knelpunten, nutriëntenbeheer, teeltsysteem, maar ook van hoe kunnen die teelten machinaal geoogst worden, hoe verloopt de bewaring, is er al een keten ontwikkeld en is er afzet mogelijk of moet dat nog ontwikkeld worden? Dus daar zijn eigenlijk heel uitgebreide teeltfiches van beschikbaar of gaan die toch op korte termijn ter beschikking komen? Daarnaast is het al aan bod gekomen, het is al even toegelicht door Simon, intensieve teelten, minder input, meer circulair. Dus in de glastuinbouw wordt er al heel veel water
gecirculeerd en hergebruikt. Maar in dit werkpakket werd er nog meer bekeken van hoe kunnen we nog efficiënter het water gaan inzetten in de glasteelt. Dat kan gebeuren door de watergift nog fijner te gaan afstemmen, door te werken met bijvoorbeeld bodemvochtsensoren. Er kan ook gekeken worden van welk water kan er nog hergebruikt worden. Ik zeg nu maar terugspoelwater van filters. Nu wordt dat soms nog geloosd, maar in welke mate kan dat toch nog hergebruikt worden in de gangbare teeltsystemen. Ook de waterstromen dimensioneren. Het model dat daarnet ook al aan bod kwam van hoe kunnen we eigenlijk de wateropslag optimaal gaan dimensioneren. Dan geeft dat ook een ander waterverbruik weer. En hoe kun je dat eigenlijk dan optimaal gaan terugrekenen naar uw wateropslagsysteem. Dat is eigenlijk ook een belangrijk punt. En daarnaast werd er ook bekeken in welke mate meer lage teelten kunnen leiden tot een aanzienlijke waterbesparing. In werkpakket 4 werd er dan meer ingezoomd op de bodem. Dat is eigenlijk het puntje waar dan eigenlijk Tom op hamerde, dat eigenlijk bodem toch echt wel een heel belangrijk werkpunt is om meer bodem of om meer water in de bodem vast te houden. Dus er werd gekeken naar voorjaarswerkzaamheden en ook najaarswerkzaamheden. Dus dat gaat dan vooral over de machines en de bodembewerking die gebeurd zijn en het effect ervan op de vochtbeschikbaarheid in de bodem, ook het inwerken van groenbedekkers, van het tijdstip, de manier van onderwerken, kan echt wel een effect hebben op, op het vochtgehalte in de bodem. Ook het bedekken van de bodem met mulch kan ervoor zorgen dat het vocht beter vastgehouden wordt in de grond. Ook het effect van mechanische onkruidbestrijding werd bekeken. Die mechanisatie nog verder kan geoptimaliseerd worden voor het automatisch. En ook pijlgestuurd traineren mocht hier niet aan ontbreken. Als we kunnen inspelen op klimaatgerelateerde plaagverschuivingen. Dus van de bestaande plagen werd er gekeken van moeten we onze voorspellingsmodellen gaan aanpassen door de klimaatsverandering, door die warmere, drogere zomers, dat de bepaalde plagen zich anders en sneller gaan ontwikkelen. Maar er werd ook gekeken van welke nieuwe plagen zijn er aanwezig en hoe kunnen we rekening houden daarmee en met hun natuurlijke vijanden. Dus die foto is, dacht ik, een soort nieuwe tropische trips die vastgesteld werd. En er werd dan bekeken van in welke mate kunnen we die beter gaan monitoren en kunnen we nieuwe EPM-strategieën gaan ontwikkelen. Dus je ziet, het is eigenlijk een heel breed project en het is ook een en-en verhaal volgens mij dat het belangrijk is om ze wel in te zetten. Op bodem, maar ook op dit project. Het zijn er wel veel meer dan dit, maar wat wel naar boven kwam, is dat het project slechts 2,5 jaar duurde, waarvan 2022 zeer droog was. Qua klimaat in de zomer 2023 was dan eerder vochtig, dus was er zeker geen watertekort. En daardoor is het soms heel moeilijk om herhaling van proeven op een goede manier aan te leggen, zeker als het gaat over droogtestress. Dus op dat vlak, als we proeven aanleggen om de klimaatrobuustheid van bepaalde teelten of rassen te testen, wel als dat over verschillende jaren kan lopen, omdat we geen voorspelling kunnen maken hoe het weer het jaar nadien zal zijn. Het kan zo als heel nat. En het is belangrijk om eigenlijk verschillende scenario's te kunnen rekenen.
ja, bij de uitkomst van ons project. Zo, dat was het in het kort. Als er vragen zijn, ja, stel die gerust. En anders kan ik die ook later beantwoorden. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, heel erg bedankt voor de presentatie, Lize. Op het einde bleef het eventjes haperen bij ons. Ik weet niet of het voor de deelnemers ook zo was. Maar voor de rest was het verder heel erg helder. Ik heb inderdaad een aantal vragen voor jou. Misschien als eerste, ja, je gaf het op het einde ook aan. En eerder in de presentatie ook. Ja, we krijgen te maken met nieuwe plagen en ziekten. Plagen en ziekten die ook enigszins opschuiven van regio. Zien jullie daar in de laatste jaren al een aantal die duidelijk toenemen? Of zijn er al zo een aantal voorbeelden die al op de radar verschijnen om goed in de gaten te houden binnen de groenteteelt dan? Wel, zelf ben ik niet de persoon die de grootste kennis heeft over plaagbeheersing of over IPM. Ik ben meer onderzoeker water. Dus ik zou het moeten vragen naar mijn collega. Die heel moeilijk te beheersen is. En dat door ja, warm omstandigheden. Nog moeilijker wordt om te beheersen. Je ziet ook, ik denk dat Tom heel mooi weergegeven heeft, als er droogtestress is, gaan de huidmondjes sluiten, dus de verdamping valt dan stil. Ook de fotosynthese, maar dus die plant is minder actief. En als er een plaag aanwezig is, die goed gedijt omdat er positieve of warme temperaturen zijn, dan wordt er toch gemerkt dat eigenlijk gewasbescherming steeds moeilijker dat je plant niet meer actief is in warme en droge periodes en dat die producten precies toch hun werking missen. Dus ze wordt niet meer actief opgenomen door de plant. Veel van de nog toegelaten gewasbeschermingsmiddelen werken systemisch. Dus die moeten opgenomen worden door de plant, moet door het wortelsysteem gaan om hun werking te kunnen. In de omstandigheden merken ze dat die gewasbeschermingsmiddelen niet meer treffend zijn om de plaag te kunnen beheersen. Dus ja. Het is meer dan nieuwe invasieve soorten. Ja. Het gaat ook over van hoe moeten we ja, nog omgaan met gewasbescherming in het algemeen. Ja, ja, duidelijk. En misschien dan nog een tweede vraagje. Je haalde ook aan in het relanceproject dat er ook ingezet wordt of gekeken wordt naar nieuwe of opgefriste teelten. Kan je daar al aangeven enigszins welke teelten daar meest beloftevol lijken of die daar toch al een beetje naar voren komen uit die proeven? Ja, van die nieuwe teelten wordt er nog volop bekeken van wat zijn de optimale teeltcondities en nutriëntenbeheer en gewasbescherming, bemesting. Dus dat is eigenlijk heel breed. En vaak wordt er nog in die teelten ook beregend om te zien van hoe kunnen we ergens streven naar een optimaal product en een optimale kwaliteit. Maar er wordt natuurlijk, ja, wetende dat het klimaat verandert, wordt er wel bekeken van in welke mate kunnen we die berekening toch gaan minimaliseren of tot het maximum, of beperken. Want ja, berekening is niet altijd mogelijk. Dus het is wel, ik weet, het is een factor waar er rekening mee gehouden wordt. Maar we zien ook ja, teelten die extreem tolerant zijn tegen droogte gaan we vaak niet goed doen als het dan een keer nat is. En ook omgekeerd. Dus het gewas bestaat niet, denk ik, dat tegen alle condities, of dat in alle condities heel goed scoort. Dus het blijft zoeken en ergens een evenwicht zoeken tussen, ja, ik denk op een bedrijf, water opslaan, zorgen voor voldoende water vasthouden, infiltreren. Dat je toch moet zorgen om toch zoveel mogelijk vocht vast te houden. Want al vind je een droogtegevoel of droogtetolerant ras of gewas, dan nog zijn er altijd situaties die niet te voorzien zijn en waar je toch moet tegenop boksen. Dus ja, inzetten op maatregelen, zowel tegen droogte als tegen water, blijft gewoon belangrijk voor welke teeltje je ook gaat kiezen. Ja, dat is heel helder. Oké, nog eens bedankt Elise voor jouw toelichting en ook jouw antwoorden op de vragen.
Wat voor nu wil zeggen dat wij dan heel eventjes vooruitschuiven in de planning en dat ik al heel graag het woord ga geven aan mijn collega Bart de Busse, die ons een toelichting zal geven over de Enero-project. Goed, het Enero-project is in het kader van het Interreg-project Effluent to Agriculture gerealiseerd geworden. Het is een realisatie van het hergebruik van restwater en komt dus neer op het irrigatieproject Enero, die in Ardooie is gerealiseerd. Het is ontstaan, het idee, vanuit een soort samenwerkingsprincipe. Het diepvriesgroentebedrijf Ardo in Ardooie heeft een grote hoeveelheid water nodig in zijn proces om diepvriesgroenten te maken. En heeft dan ook een grote hoeveelheid gezuiverd afvalwater die jaarlijks geloosd wordt of werkt. In de lokale beek. En anderzijds, landbouwers in de nabijheid van de vestiging hebben nood aan irrigatiewater, zoals al ook aangehaald. De voorbije jaren zijn we toch wel geconfronteerd met grote droge periodes. We hebben dus water nodig om vooral ook in die streek groenten te gaan telen. Die hebben een eigen watervoorziening. Die hebben vaak ook, of er is ook een buffer of spaarbekken in de buurt. Er is dat een beek. Maar toch wel bij droogte bleken die allemaal toch wel ruim onvoldoende om de irrigatiebehoefte in te vullen. Vandaar, vanuit die interesse en mogelijkheid vanuit Ardo, anderzijds, is het idee gekomen om toch wel te kijken om dat te gaan koppelen met elkaar. En er is een projectgebied van 800 hectare afgebakend, die vooral ruimtelijke afbakening is, namelijk tussen vier grote wegenissen. En wat bij een landbouwareaal van 670 hectare effectieve landbouwgrond is gesitueerd. Er zijn 50 landbouwers, en daar komen we straks nog verder op terug, die zich mee geëngageerd hebben in het verhaal. En dat beslaat dan een goede 500 hectare aan effectieve landbouwpercelen. Wat ik wil meegeven, ik heb het genoeg gehad om het project ook wel van dichtbij te kunnen mee opvolgen, dat samenwerking de sleutel is tot succes bij zo'n grote investeringsprojecten om te kunnen realiseren. En samenwerking hier concreet in het kader van het Interreg-project was enerzijds Ardo, dus die grote diepvriesgroentefabrikant. Ten tweede Enero, is een nieuwe coöperatie die opgericht geweest is door lokaal landbouwers. Ook niet altijd evident om mensen zich te laten engageren om tot een deelname in zo'n verband. Maar dat is wel wonderwel goed gelukt. Anderzijds ook nog Inagro, het praktijkcentrum vanuit Roeselare-Bijthem. Met heel veel kennis en ervaring in enerzijds projectwerking, maar ook in de kennis van de land- en tuinbouw- en wateraspecten. En de vierde grote actor was Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water. En samen is het project eigenlijk tot een succes gekomen door een intense samenwerking en eigenlijk over alle aspecten van het project zelf een mooie samenhangende werking te kunnen realiseren. Wat is er gebeurd concreet? Het is op terrein van Ardo, op 1,7 hectare, is er een bufferbekken aangelegd van 150.000 kubieke meter. Opslagcapaciteit, en dat zie je de werkzaamheden, waren ook wel vrij immens en opmerkelijk om dat te zien ontstaan. De bufferbekken is eigenlijk de basis om water te kunnen opslaan, die 150.000 kub. Dat komt niet alleen uit het gezuiverd effluent van Ardo, dat is het grootste deel, ongeveer 90.000 kub wordt daarin gestockeerd. De geleidbaarheid is een belangrijk factor ook om te gaan opmengen, zoals ook al Simon heeft aangehaald in zijn presentatie. En het gezuiverd effluent heeft een geleidbaarheid van ongeveer 2500 microsiemens. Wat er ook wel op duidt dat daar toch, dat is niet extreem hoog, maar toch wel belangrijk om ook wel wat andere water bij te mengen die een lagere geleidbaarheid heeft. Zoals bijvoorbeeld drainagewater, die onder de bassin aanwezig is. Ook het condenswater uit de het processen van Ardo. En regenwater komt natuurlijk ook bij, die ook een lagere geleidbaarheid heeft. Waardoor dan pekken, als het gevuld staat, ongeveer een geleidbaarheid geeft van 1650 microsiemens per centimeter. Wat een goede kwaliteit is om te gaan irrigeren
voor de tuinbouwgewassen in de regio. En bijvoorbeeld als Ardo sorseneren verwerkt, dan wordt dat water heel bewust niet mee in de bufferwerking gestockeerd, wegens problematieken van geleidbaarheid en ook aanwezigheid van nutriënten. Dus wordt er ook wel sterk op gelet om daar ook wel aan te werken. Ook binnen de processen van Ardo zelf heeft men al heel wat aanpassingen gedaan om die geleidbaarheid te doen dalen en zo ook wel nog een betere kwaliteit van effluent te kunnen aanleveren. Aan het bufferbekken zelf, aan het bassin, is er ook een pomphuis gebouwd. Daar staan 7 pompen in geïnstalleerd. 6 die een debiet hebben van 100 kub per uur en eentje van 50 kub per uur. En dan het leidingnetwerk, wat eigenlijk de essentie is geworden van het project. Er is in totaal 23 kilometer aan leidingen aangelegd. Het is ook duidelijk gekozen om leidingen aan te leggen, waarbij dat het water op hoge druk aangeleverd wordt op perceelsniveau. En hoge druk is dan 8 tot 10 bar op perceelsniveau. Dat betekent eigenlijk dat het water in instant bruikbaar is om te gaan irrigeren, dat er daar niet extra aan moet verpompt worden of er ook bijgestoken worden. Dat kan onmiddellijk aangesloten worden op de irrigatiesystemen die aanwezig zijn om te gaan irrigeren. Er zijn 150 aftakpunten of hydranten in het gebied. En het gebied zelf is opgedeeld in 3 blokken. Dus het leidingnetwerk is opgedeeld in 3 lussen of in 3 aparte onderdelen. 1 ook om problematieken, als er iets voor zich voordoet, dat niet het hele systeem platlegt. En 2 ook om drukverschillen wat we kunnen gaan compenseren. En ieder blok heeft ook een maximum afname debiet per uur. Blok Noord, het grootste, heeft ook het grootste debiet die daar kan afgenomen worden. Dan de coöperatie van landbouwers. Die zag het licht 6 jaar geleden. Die is specifiek opgericht voor dit irrigatieproject. En er zijn 50 vennoten, stichtende vennoten, die meegestart zijn in het verhaal van die oprichting van de coöperatie. De coöperatie is eigenaar van het pomphuis en het leidingnetwerk. En beheert ook het irrigatienetwerk. En moet dus zorgen ook dat het financieel uit de kosten komt. En bepaalt dus ook de waterprijs die de afnemers van het water moeten betalen. Dus bij de realisatie van het project heeft Ardo het bufferbekken aangelegd en dus Enero, de coöperatie, het pomphuis gebouwd en het leidingnetwerk betaald. Dus via het Interreg-project, wat essentieel was om tot een realisatie te kunnen komen, Ardo heeft daar als privé-instantie 40% steun op gekregen en Enero als coöperatie kon rekenen op 60% steun. Er is ook nog aanvullende steun geweest vanuit verschillende actoren, onder andere de provincie West-Vlaanderen en ook de Vlaamse overheid heeft ook mee geparticipeerd in het verhaal van Enero. En er was ook nog een commerciële partner die een stukje een financiering heeft gedaan, zowel bij Ardo als bij Enero. Zoals ze zegt, ja, dat is een serieuze kostprijs om te gaan terug genereren. En daarvoor moet het water ook betaald worden. En natuurlijk, je weet nooit op voorhand hoeveel water er nodig is om te gaan irrigeren. Vandaar dat er vanuit de coöperatie gesteld is, ja, wij moeten jaarlijks een lening afbetalen. Dus we moeten ook wel zorgen dat we jaarlijks inkomsten hebben om dat te kunnen doen. En zo is het de waterkostprijs opgedeeld in 2 delen. Er is een waterrecht en dat is de prijs die je betaalt als je water als deel reserveert. Want je kunt enkel water gebruiken als je water hebt gereserveerd. Dat doe je voor 21 april, dus voor het irrigatieseizoen. Zeg je, kijk, ik wil zoveel kub gaan reserveren. Dat is dan ook jouw water, die ook ten alle tijde in het bassin beschikbaar is. En daarvoor moet je dus een deel van de kostprijs al betalen. Gebruik je dat water of gebruik je dat niet? Dat is sowieso een te betalen kost. En daarnaast heb je in functie van het gebruikte water ook nog een waterprijs te betalen. Om zo ook de operationele kosten te kunnen betalen. Er is ook nog bonuswater
Dat is water die ofwel nog vrijzet in het bassin, of ook het water die er nog extra bij komt. Namelijk, iedere maand komt er ongeveer, of kan er maximum 30.000 kub water extra bij komen uit het proceswater van Ardo gedurende het jaar. In functie van het aantal hectares kun je een aantal kubes water gaan reserveren. Dat kan dan nog een stukje erbovenop komen met bonuswater. En als je geen basiswater hebt gereserveerd, dan kun je ook geen bonuswater gebruiken voor een bepaalde datum. Kostprijs komt globaal bij gereserveerd water op 73 cent per kuub. En voor bonuswater is het 90 cent. Om het allemaal ook mooi beheersbaar te houden en duidelijk te houden voor alle deelnemende telers, is er ook een irrigatieapplicatie, een soort app gemaakt. Dat is gebeurd door Inagro. Dat werd eigenlijk wel zeer efficiënt en zeer goed, waarbij dat alles ook in één oogopslag zichtbaar is. Onder andere bijvoorbeeld ook links zie je het bekken en eigenlijk de waterkwaliteit is dan door iedere vernoot en iedere teler die water wat afneemt, is er ook in real-time de waterkwaliteit zichtbaar qua geleidbaarheid, qua stikstofinhoud en qua fosfaatsamenstelling. Je kunt daar ook jouw irrigatiebeurten in terugvinden. De volumes water die nog beschikbaar zijn, als je zoveel water gereserveerd hebt, heb je al een deel afgenomen, hoeveel is er nog beschikbaar. Je moet daar ook zaken gaan reserveren en ook je irrigatie beurten dat je wilt gaan uitvoeren, moet je ook in de app gaan inplannen. Ook de anderen zien wie wanneer een irrigatiebeurt heeft ingepland. Misschien nog even nog, ik had het nog bijgeschreven, en de watermeester. Er is ook een watermeester, dat is eigenlijk een contactpersoon voor de praktische werking van het irrigeren. Als er problemen zich voordoen of zijn vragen of iets die misloopt of net goed loopt, dan kan er de watermeester, dat is een persoon die in de buurt woont, die eigenlijk die taak heeft opgenomen en die eigenlijk dan de praktische zaken probeert te regelen. Ook het afhalen van de standpijpen, takenmalen in het voorjaar, gebeurt bij deze persoon. Om standpijp is nodig om te kunnen op uw hydrant te plaatsen en zo te kunnen gaan irrigeren. Er is ook een, op het einde van het Interreg-project ook een enquête gebeurd bij de vennoten. Hoe tevreden of ontevreden dat ze zijn om deel te nemen aan dit verhaal. Want het is ook wel zo gestapt in een coöperatie, niet om maar een jaar of twee jaar er lid van te zijn. De bedoeling is ook wel een lange termijn visie op te bouwen. En blijkt toch wel dat eigenlijk quasi iedereen zeer tevreden is over de werking en het gebeuren van Enero. Die was onmiddellijk enthousiast om daarin mee te stappen. Er waren nog een aantal die twijfelden, maar dan wel tevreden zijn om de keuze dat ze gemaakt hebben om toch mee te participeren in het verhaal van Enero. Goed, ik denk dat ik hierbij aan het einde ben van mijn korte toelichting rond het case van Enero. Als er vragen zijn, dan hoor ik die graag. Ja, Bart, bedankt alvast. Wij zitten in dezelfde ruimte. Dus we gaan moeten zien dat we de micro goed muten. Maar ik heb wel een paar vragen voor jou, inderdaad. Het is natuurlijk een hele mooie case, Enero. Ik denk een win-win voor alle partijen. Maar ja, het is natuurlijk ook locatiegebonden, de mogelijkheden die er daar waren. Zijn er zo nog gebieden waar je aan denkt of die wij op het oog hebben waar iets soortgelijks mogelijk zou zijn? En dan misschien direct daar een tweede vraag bij. Vind je het een taak voor de overheid om dergelijke potentieel of gebieden met potentieel voor dergelijke projecten ook te gaan uitzoeken? Zijn er nog andere voorbeelden of locaties waar dat zoiets mogelijk is? Ik denk van wel. Eerst en vooral moet je een waterbron hebben dat je kunt gaan stockeren
en die van goede kwaliteit is. Er is een gelijkaardig verhaal die al lange tijd bestaat in Kinderooi, het verhaal van Siro, maar dan niet met effluent water, maar met water uit de grindputten vandaar. Dus het is ook een zeer mooi project qua irrigatienetwerk. Maar om het concreet te maken voor zo'n effluent water, dan moet je al een bron hebben. En dan kijken we naar voedingsbedrijven. En er zijn er ook wel nog, zeker in die regio van Ardooi, zijn er nog wel bedrijven die vrij grote hoeveelheden water hebben. Maar waterkwaliteit is wel belangrijk. Dat was ook een van de aspecten bij het ontstaan komen van dit project. Dat er ook wel sterk naartoe gekeken is om goede waterkwaliteit te kunnen garanderen. Want dat is toch wel essentieel. En twee, die goede samenwerking, ik heb het ook in een slide gezet. Ik denk dat dat ook wel cruciaal is. Dat we ook wel hier mogen ervaren. De partners in dit project hebben echt wel door die samenwerking een heel mooi project kunnen realiseren. En dat is eigenlijk cruciaal ook om op andere locaties zoiets te kunnen doen. Je moet echt geëngageerde mensen hebben en bedrijven hebben die er echt een volle willen voor gaan om zoiets te doen. Want het gaat over een grote kostprijs. Het vraagt heel veel inspanningen om die praktische zaken ook wel geregeld te krijgen. Dus dat is wel een belangrijke factor, denk ik, om het tot welslagen te komen. En dan je tweede vraag, is dat een taak van de overheid om daar actief zo'n gebieden te gaan opsporen of te gaan bekijken? Ik denk dat het vooral moet komen vanuit de basis zelf, dat er moet gekeken worden wat zijn de mogelijkheden en dat kan de overheid wel misschien een stukje in faciliteren, maar ik denk dat als het van overheidswegen opgelegd wordt, dat dan ook wel wat moeilijker is. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daar ook nodige financiële steun aan te geven. Om het betaalbaar te houden. Dit is gerealiseerd in de periode 2018-19, dus al net voor de grote prijsstijgingen. Met toch wel sowieso wat interregsteun en andere steun die gekomen is. En al blijft het financieel en niet zo. Het is wel mogelijk, zeker realiseerbaar, en dat wordt ook gedaan. Maar toch wel met de nodige aandacht om toch wel. Dat financieel haalbaar te houden. Dus ik denk dat de overheid, als er echt een mooie cases zijn, dat er ook wel vanuit de overheid daar ondersteuning kan aangeboden worden, dat dat een mooie realisatie kan teweegbrengen. Ja, dat sluit ook eigenlijk een beetje aan bij een vraag die nog gesteld is. Je geeft al deels het antwoord mee van ja, zonder die steun en begeleiding vanuit de overheid is het misschien ook moeilijk. Maar daarbij aansluitend, in welke mate was de overheid of waren de overheden daar ook mee voor het administratieve beheer van de coöperatie? Speelden zij daarin ook een rol? De coöperatie is ontstaan in het kader van het Interreg-project. Dat was ook een voorwaarde om als partner in het project en dus ook steun te kunnen krijgen dat er ergens een groepering of coöperatie is ontstaan. Wordt de overheid daarin betrokken? Deels wel, deels niet. Het is vooral komen vanuit de projectpartners en dat zo dan, ja, met dan de interesse vanuit de landbouwers uit de buurt, dat die coöperatie is opgericht. Natuurlijk, de overheid is dat wel dichtbij ook in het verhaal betrokken. En dat is ook in het voortraject van het project, want het is een project die ja, in de jaren 2017, 18, 19 is gerealiseerd. Er is een voortrekt van ettelijke jaren geweest om tot dit te komen. En daar waren de overheden ook wel in betrokken en in gekend ook. Oké, bedankt Bart voor je antwoorden en ook voor jouw toelichting. Intussen denken wij het technische probleem met de presentatie of de opname van de presentatie van Dominique ook opgelost te hebben. Dus wij gaan daar nog één poging toe wagen. Daarbij dan direct ook aansluitend de vraag of jullie via de Q&A eventjes kunnen aangeven of het nu dan wel lukt. Maar we gaan nog eventjes opnieuw proberen om de opname, om de video te delen. Ja, goedemorgen iedereen. Ik ben Dominique van Haken, coördinator van de afdeling boomkwekerij op het proefcentrum voor sierteelt. Ik werd gevraagd om tijdens dit webinar
wat meer uitleg te geven rond klimaatadaptatie en de sierteelt. En meer bepaald ons werk dat we doen rond klimaattolerante boomsoorten toe te lichten. In deze presentatie toon ik aan op welke manier we vanuit onze afdeling boomkwekerij, maar ook de afdeling groen, trachten om oplossingen te voorzien in het kader van de klimaatverandering. Dit kader tevens ook binnen het Relance Plan Vlaamse Veerkracht. Klimaatverandering als uitdaging. Hier zie je op de foto meer groen, in dit geval meer bomen, zorgt voor een verkoelend effect in een verstedelijkte omgeving. Klimaatadaptatie kan dus bekomen worden door meer groen, bomen, struiken en dergelijke te gaan aanplanten. Maar vooraleer we gaan aanplanten, moeten we gaan kijken naar het sortiment waaruit we kunnen gaan putten. Want ook de klimaatverandering zorgt binnen dit sortiment voor een verschuiving, omdat bepaalde soorten niet of onvoldoende aangepast zijn aan de droge en hete omstandigheden in bijvoorbeeld een stedelijke omgeving, zoals hier op de foto's weergegeven. Even kort rond klimaatrobuustheid zijn er verschillende aspecten die eigenlijk een rol gaan spelen, waar dat we vanuit de afdeling groen vooral aandacht of daar vanuit die afdeling aandacht besteden aan enerzijds de ontwerpfase, maar ook nadien naar aanleg toe en het verdere beheer van de planten na de aanleg, dus in de verdere jaren. Vanuit de afdeling boomkwekerij of vanuit de boomkwekerij kan enkel naar plantenkeuze gestuurd worden. Een boomteler kweekt eigenlijk vandaag de bomen die morgen verkoopbaar zijn. Dus wat vandaag aangeplant wordt op een kwekerij, op een boomkwekerijperceel, komt afhankelijk van de gewenste maat binnen 2 tot 4, 5, 6 jaar ter beschikking. Na aanplant is het de bedoeling dat de aangeplante bomen toch een aantal decennia kunnen groeien en ecosysteemdiensten, zoals onder andere verkoeling, dat we daarnet zagen op de foto, of luchtzuivering kunnen bewerkstelligen. We proberen links en rechts zoveel mogelijk bestaande kennis te verzamelen. Op het vlak van klimaatbomen wordt er vanuit verschillende nationale, maar ook internationale instanties kennis en ervaring gebundeld in plantenlijsten. Sommige lijsten zijn wetenschappelijk gefundeerd, terwijl andere meer gebaseerd zijn op de ervaringen en de praktijk. Vaak zijn deze laatste suggestieve lijsten die niet limitatief zijn. Het is dus moeilijk om één vaste lijst met klimaatbomen vast te leggen, omwille van verschillende redenen, zoals omdat er voor heel wat soorten en cultivars nog niet of onvoldoende ervaring en of onderzoek is opgebouwd. Anderzijds weten we nog niet of is de precieze impact van de klimaatverandering nog niet gekend. En die klimaatverandering hangt eigenlijk af van de maatregelen die wereldwijd nog genomen zullen worden. En als laatste zullen ook zeker lokale omstandigheden een heel belangrijke rol spelen. Wat verstaan we onder die lokale omstandigheden? Dat kan zijn bodemtype, stedelijk versus niet-stedelijk gebied, de hoogte van de grondwatertafel, die ook zijn invloed zal hebben op de groei van de bomen, aanwezige andere beplanting en dergelijke meer. De meeste lijsten focussen zich vandaag op droogte- en hittetolerantie, en in mindere mate ook wel op tolerantie tegen wateroverlast. Wat daarnaast bijvoorbeeld ook belangrijk kan zijn, is late vorst, die we toch ook al een aantal keer meegemaakt hebben. Of de laatste jaren, wat dat we ook zien, is dat er meer schorsbrand optreedt. Dus dat zijn toch bepaalde aspecten die ook moeten meegenomen worden bij de opvolging van de klimaatbomen.
Vanuit de groenvoorziening is er een trend bezig naar het aanplanten van meer inheemse plantsoorten, met als belangrijkste redenen dat deze een veel grotere meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en dat deze soorten beter aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Inheemse plantensoorten zijn soorten die na de laatste ijstijd op eigen kracht terug naar onze regio gemigreerd zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat inheemse boomsoorten zoals de zomer- en wintereik met veel meer insecten en mijten geassocieerd worden. Bijvoorbeeld, zoals hier op de slide weergegeven, zie je ja, een 423 en dit dateert al van 1984, dit onderzoek. Dan... Als we dan gaan kijken naar de Amerikaanse eik, zien we dat er maar 12 geteld worden. Of de steeneik, waar dat er eigenlijk op dat moment eigenlijk maar 5 geteld worden. Hoe langer een soort geïntroduceerd is, hoe groter de geassocieerde biodiversiteit zal zijn. Bijvoorbeeld als we hier de Amerikaanse eik ten opzichte van de steeneik gaan vergelijken. Op dit moment worden ook al veel meer insecten en mijten teruggevonden op bijvoorbeeld die steeneik, omdat die ondertussen al langer ja, hier ook is ingeburgerd. Maar dit zal nog lang niet in de buurt komen van de inheemse eiken, zoals die winter- en zomereik. De geassocieerde biodiversiteit limiteert zich niet tot insecten en mijten bovengronds, maar gaat eigenlijk ook over schimmels, bacteriën, aaltjes en ander bodemleven die kunnen geassocieerd zijn met de ja, inheemse plantensoort. Het actiever aanplanten van inheemse soorten om biodiversiteit te stimuleren ligt echter in conflict met de impact van klimaatverandering op deze inheemse soorten. Verschillende Europese studies hebben eigenlijk al aangegeven dat onze inheemse boomsoorten, waarvan het aantal soorten al vrij beperkt is, ernstig bedreigd worden door de klimaatverandering. Ook een studie van de KU Leuven toonde via klimaatsimulaties aan dat onze regio voor heel wat boomsoorten klimatologisch toch minder geschikt zal zijn. De figuur rechts toont bijvoorbeeld de klimaatgeschiktheid van Europa voor Tilia platyphyllos of de grootbladige linde in 2050 en 2100. Onder eigenlijk twee verschillende klimaatscenario's. Links de middle of the road is eigenlijk waar dat er vanuit gegaan wordt dat er een temperatuurstijging van 2,7 graden in 2100 zal zijn. En een worst case scenario waar dat we... Of waar rekening gehouden wordt met 4,4 graden Celsius tegen 2100. We zien tot 2050 dat Vlaanderen nog geschikt is voor deze soort in de middle of the road scenario. In het worst case scenario is onze regio al niet meer geschikt voor de grootbladige linde. Ook heel wat bosaanplantingen met inheemse soorten mislukken door hoge uitvalpercentages als gevolg van droogten. Dat is wat vandaag al vastgesteld wordt. Hierdoor is het ook belangrijk om breder te blijven kijken dan enkel het inheemse assortiment, zeker voor die stedelijke omgeving. Een inheemse boom die afsterft door droogte draagt immers ook niet meer bij aan de biodiversiteit en kan niet de diensten leveren waarvoor we de bomen dan eigenlijk gaan aanplanten. Bijvoorbeeld de verkoeling waar we daarnet al van gesproken hadden. Vanuit het PCS werden reeds meerdere sortimentskeuringen uitgevoerd. Het doel hierbij is telkens de betreffende planten op regelmatige basis te gaan keuren op ja, verschillende aspecten, zoals groei, ontwikkeling, maar zeker ook ja, de vatbaarheid naar ziekten en plagen toe. En in dit kader dus ook de droogtetolerantie, eventuele zonnebrand en dergelijke meer. Op basis van deze keuringen kan er dan een gericht advies gegeven worden naar zowel de kweker en ook in latere fase de groenvoorzieners.
Op het PCS hebben we enkele percelen waar dat we verschillende sierbomen en siergeestes uitgeplant hebben. De selectie van die aangeplante bomen is telkens in samenspraak met telers, een telerswerkgroep, waarbij ook rekening gehouden wordt met verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals kleinere bomen voor ja, in de particuliere kleinere tuin, maar ook grotere laan- en parkbomen. Belangrijk om mee te geven is dat bij deze selectie van de bomen die aangeplant werden of nog altijd worden, dat de focus voornamelijk lag op vernieuwing van het bestaande assortiment en er dus niet alleen inheemse soorten geselecteerd zijn. Wat dat ook belangrijk is, maar dat hebben we daarnet ook wel even aangekaart. Hier op deze foto een overzicht van een perceel met klimaatbomen, waarvan verder in de presentatie zal weergegeven worden hoe we omgaan met de beoordelingen gedurende de verschillende jaren. Op het perceel dat we hier zien, werden 170 verschillende cultivars aangeplant. Daarnaast, nog interessant om mee te geven, is dat er dit jaar opnieuw een perceel met een 70-tal totaal andere soorten en cultivars is aangeplant om eigenlijk in de toekomst ook weer die verder beoordeling te gaan doen naar de ja, vermelde parameters. Dus droogte, hitteresistentie, schorsbrand, maar telkens ook de resistentie tegen ziekten en plagen, omdat dat toch ook een heel belangrijk is, zowel naar de kwekers toe, maar ook verder naar de groenvoorziener. De screening op de aangeplante bomen focuste zich de voorbije jaren vooral, zoals ik eigenlijk al gezegd heb, op die droogtetolerantie door de droge periodes die we gehad hebben tijdens de groeiseizoenen 2018, 2019 en 2022. Daarnaast, zoals ik al zei, ook weer even aanhalen dat we ook de andere karakteristieken altijd meenemen bij een dergelijke keuring, zodanig dat we van de bomen die we eigenlijk ja, beoordelen, scoren, toch wel tot een globale beoordeling kunnen komen. Hier een overzicht van de parameters die we gaan meenemen. Ik ga niet dieper ingaan op de berekeningen en zo die erachter zitten, maar ik wil wel even de verschillende parameters kort overlopen, omdat het toch belangrijk is binnen deze beoordeling. Dus we spreken hier over ja, bomen, sierteelt, waar de kwaliteit, het kwaliteitsaspect toch zeer belangrijk is. Een aantal parameters of de parameters die meegenomen zijn, zijn bijvoorbeeld bladval. Het percentage bladval wordt geregistreerd. Waarom? Omdat bepaalde soorten hun blad veel sneller laten vallen dan andere soorten tijdens heel droge periodes. Dus eigenlijk is bladval ook een maat om aan te tonen dat bepaalde bomen wel of niet droogtetolerant zijn. Daarnaast wordt bladkleur ook beoordeeld, maar dit wordt telkens beoordeeld ten opzichte van de normale bladkleur van de soort, specifiek zoals we die kennen. Die bladkleur wordt eigenlijk vooral beoordeeld op de jongste toppen van de boom. Dat is eigenlijk een afspraak, ook omdat daar de jongste blaadjes aanwezig zijn en dat we daar, zeker als je naar het einde van een groeiseizoen gaat, minder snel de herfstverkleuring gaat gaan zien. Een ander is bladglans. Bladglans wordt ook weer beoordeeld ten opzichte van ja, de glans die we kennen van de soort, specifiek zoals dat we ze kennen. Als bijvoorbeeld de boom onder stress komt te staan, zal die bladglans ja, minder duidelijk zijn, gaan afwijken dan ten opzichte van de normale bladglans. Anderzijds wordt er natuurlijk ook gekeken naar ja, bladnecrose, bladvlekken. En als er bepaalde ja, ziektebeelden aanwezig zijn tijdens de beoordeling, worden die ook genoteerd, zodanig dat we de soorten echt wel duidelijk in kaart kunnen gaan brengen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal parameters die we meenemen.
Uiteindelijk worden al deze waarnemingen scores verder omgerekend naar een algemene waardering of eigenlijk een score, waardoor dat we eigenlijk in staat zijn om tot een soort klassificering te komen, zoals dat je in de onderste tabel ziet. Dus waardering 3 sterretjes wil zeggen dat die heel goed gescoord hebben, de verschillende cultivars. Ja, misschien toch enkele foto's hier. Dus de waardering bladglans. Secties links zie je duidelijk een bladglans. Terwijl bij die Ginkgo biloba, dat die van nature uit eigenlijk duidelijk minder bladglans geeft. Dat is eigenlijk een beetje ter illustratie. Hier bladrandnecrose of zelfs een beetje verbranding. Wat dat uiteindelijk ook wel zijn invloed zal hebben op de uiteindelijke score van de cultivars. En hier zie je dan nog een aantal soorten die uiteindelijk echt wel zeer goed gescoord hebben. Naast de klassificering per cultivar, zoals dat we daarnet gezien hebben, op basis van de beoordelingen van de individuele bomen op het aangeplante perceel, kunnen we de cijfers natuurlijk ook zodanig gaan verwerken dat we op geslacht of genisch niveau kunnen gaan kijken. Dus eigenlijk een niveau hoger. Zo krijgen we dan ook een beeld hoe dat bepaalde boomgeslachten scoren in deze screening. In de komende slides ga ik eigenlijk een overzicht gaan geven van een aantal van de best scorende cultivars en anderzijds van de best scorende geslachten. Hier wordt eigenlijk een lijstje gegeven van de best scorende cultivars die dus op het perceel aangeplant zijn. De eerste 6 cultivars, die worden met een groen kadertje bevat. Deze werden allemaal zowel in 2018, 19 en 22 gescoord, omdat ze voldoende uitgegroeid waren. Dus dat waren bomen waar we de beoordeling effectief al konden opdoen. En die behaalden eigenlijk telkens de beste scoren. Dus dat zie je, het aantal scores is 3. Dus die zijn 3 jaar na elkaar beoordeeld. De totale score, de maximum score, is eigenlijk 3 per boom. Dus de totale score komt op 3. Hier misschien aangeven om even het inheemse verhaal er nog even bij te betrekken. De Betula pendula is bijvoorbeeld een inheemse boomsoort in Vlaanderen. Je ziet dus dat we op het perceel of de opgelijste cultivars of soorten die hier staan, dat daar ook niet-inheemse boomsoorten tussen staan. Omdat we eigenlijk van in het begin wilde vertrekken met bomen die eigenlijk het bestaande assortiment eventueel zouden kunnen verrijken. Dus dat waren de eerste 6. De daaropvolgende cultivars die scoorden respectievelijk 2 keer en 1 keer de beste scoren. Dus bijvoorbeeld die onderste in het geel, die hebben 1 keer de hoogste score gekregen. Die zijn ook maar 1 keer beoordeeld. Dus daar gaan we de komende jaren zeker verder nog opvolging doen en kijken waar dat ze uitkomen. Dan misschien toch enkele of een tweetal plaatjes die van de best scorende bomen, zoals dat we daarnet gezien hebben, dus bij die eerste 6. Dat is hier de Liquidambar Styraciflua simone. Hier zie je op het moment dat die foto getrokken is, hebben we eigenlijk al een toch redelijk zware droogteperiode achter de rug. En zie je eigenlijk dat er nog een mooi glanzend groen blad aanwezig is op de boom. Een ander voorbeeld, zijn maar gewoon voorbeelden die ik er lukraak uithaal, is hier de Quercus palustris, Swamp Pygmy. Zie je ook duidelijk die bladglans, bladkleur. Je ziet dat die boom echt wel in goede groei is, goede omstandigheden staat.
Het zijn gewoon een tweetal bomen die ik eruit gehaald heb, boomsoorten, om toch even te illustreren. Zoals ik daar straks gezegd heb, werd op basis van de bekomende cijfers, dus van de scores van de individuele bomen, dus van de verschillende cultivars, ook een verdere berekening gedaan en dus een rangschikking gemaakt van de boomgeslachten. Dat zien we hier op deze slide. Dat is eigenlijk de top 10 van de aangeplante boomgeslachten. Dus natuurlijk wel enkel de geslachten die we zelf op het perceel staan hebben. Ook weer hier de families die de geslachten die in het vet gedrukt zijn de geslachten waar binnen inheemse cultivars voorkomen. Bijvoorbeeld bij Prunus zien we, ik denk bijvoorbeeld aan de boskers, Prunus avium, die inheems is. Bij Betula, Betula pendula of ruwe berk. Bij Quercus, de Quercus robur of de zomereik is inheems. Dus dit zijn dus de top 10 van de beste, of de top 10 geslachten van van het perceel dat we nu opvolgen. We moeten wel bij bovenstaande rangschikking scoren ook enkele belangrijke kanttekeningen meegeven bij de opvolging van deze aangeplante klimaatbomen. Een eerste is dat, zoals ik al zei, eigenlijk de doelstelling van de aanplant initieel was om nieuwe cultivars aan te trekken en na te gaan welk potentieel deze hadden qua vernieuwing binnen het bestaande bomenassortiment. Maar doordat we die droogteperiodes kenden, hebben we de opportuniteit ineens genomen om ook die droogtetolerantie mee te gaan scoren en opnemen in de waardering van de aangeplante cultivars. De conclusies die we een tweede belangrijke kanttekening is dat de conclusies die we door de klassificering maken, dat die uiteraard richtinggevend zijn. We hebben nooit symptomen gezien van bomen die volledig afsterven. Enkel necrose en bladvlekken en in het ergste geval duidelijke bladval. Hebben we gezien. Een derde kanttekening is dat het hier gaat om de beoordeling van bomen aangeplant op één locatie, wat dus betekent dat de groei is beoordeeld enkel en alleen onder de omstandigheden hier op dit perceel. De bodemtextuur, zuurtegraad, voedingstoestand hebben allemaal ook een invloed op de groei van die bomen. Zoals ook de zoninstraling en de temperatuur dat zullen hebben. Een vierde kanttekening is ook het tijdstip van aanplanten en de leeftijd van de bomen, die ook wel heel belangrijk is. Zo kan een pas verplante boom veel gevoeliger zijn aan bijvoorbeeld droogte dan diezelfde boom die al vele jaren de tijd had om zich op zijn standplaats te vestigen en eigenlijk als uitgegroeide boom misschien wel heel droogte-tolerant kan zijn. En als vijfde laatste kanttekening, aangezien het doel was om nieuwigheden aan te trekken, kan bij sommige cultivars de commerciële beschikbaarheid soms een probleem zijn, omdat we echt wel gezocht hebben naar nieuwe soorten. Anderzijds werd er bij de keuzes van de cultivars vanuit gegaan dat wanneer zo'n nieuwe cultivar zeer goed zou scoren, dat die waarschijnlijk ook commercieel interessanter zal worden en op termijn dus ook wel beschikbaar zal komen. Met deze kanttekening wil ik eigenlijk de toelichting rond de screening die we gedaan hebben van die klimaattolerante bomen afronden, waarmee ik zeker niet wil zeggen dat we gaan stoppen met die screening, uiteraard niet. Ik heb al gezegd dat we een nieuw perceel aangeplant hebben. Diezelfde bomen uit de screening die ik toegelicht heb, gaan we ook nog verder gaan opvolgen, zodanig dat we daar nog meer in detail cijfers en dergelijke kunnen gaan verzamelen.
Toch wil ik hier nog een aantal zaken aanhalen wat we vanuit de PCS toch ook rond werken of werkzaam zijn en die ook wel kaderen binnen het thema hier. Hier de Green Deal, natuurlijke tuinen. Het delen van ervaringen tussen kwekers en groenvoorzieners is ook zeer belangrijk om de kennis over die klimaatrobuuste boomsoorten te verfijnen. Een manier waarop dat we als PCS dit faciliteren is via deze Green Deal natuurlijke tuinen. Deze Green Deal is een engagement van heel wat deelnemers uit de hele groensector. En dat gaat van kwekers over landschaps- en tuinarchitecten tot tuinaannemers en alle andere stakeholders. Het is een engagement om gedurende 4 jaar te werken naar meer natuurlijke tuinen. Dit gebeurt eigenlijk door kennis- en ervaringsuitwisselingen via een lerend netwerk. En PCS is een van de trekkers van deze Green Deal. Dus op die manier verzamelen we ook heel wel kennis rond die klimaatrobuuste boomsoorten bijvoorbeeld. De Green Deal behandelt heel wat thema's, maar assortiment komt hierbij ook aan bod. Zo werd bijvoorbeeld een seminarie georganiseerd op Green Expo vorig jaar in 2022 rond klimaatbomen. Van ontwerp tot beheer werd besproken, waarbij ook de visie van de kwekers, de boomkwekers, ook duidelijk naar voren kwam. Dergelijke kennis. Uitwisseling is heel belangrijk om een brug te slaan tussen enerzijds de kwekers, de opkweek, dus het aanbod van de boomsoorten, en anderzijds de vraagkant, eigenlijk de groensector, die dan eigenlijk de bomen gaat gaan verder aanplanten. Met deze slide kom ik eigenlijk aan het einde van mijn toelichting rond die klimaatrobuuste bomen. Moesten er nog verdere vragen zijn, kan u hier mijn e-mailadres vinden. Dus je vragen doorsturen. Wij bekijken die dan wel en we zorgen dan wel een duidelijk antwoord. Dank u wel. Zo, dan rest mij ook enkel nog om jullie allemaal te bedanken voor jullie deelname en ook natuurlijk jullie geduld tijdens de technische strubbelingen. Ook nogmaals bedankt aan alle sprekers van vandaag voor hun duidelijke toelichting. Als jullie nog na vandaag nog vragen hebben of meer info zouden willen over klimaatadaptatie in de landbouw, neem dan zeker een kijkje op onze website of stuur gerust een mailtje naar klimaatadaptatie@lv.vlaanderen.be. Bedankt!